commissieleden, welkom. Mensen op de tribune, welkom. En mensen die via de digitale snelweg bij ons zijn, ook van harte welkom. Hiermee is de vergadering geopend en dan gaan we over naar agenda punt 2, vaststelling agenda. En want voor de rondvraag zijn er geen punten. Mevrouw Lagas. Voorzitter, in het kader van de BERAP doet de VVD-fractie het voorstel om die van de agenda te halen. Wij werden uitgenodigd door het college om technische vragen hierover te stellen. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben begrip voor dat de beantwoording nog niet klaar kan zijn. En wij vinden het op dit moment daarom niet rijp om in de commissie te behandelen. Dan schuiven we dit agendapunt door naar een volgende vergadering. Dan vraag ik nog aan mensen op de tribune die zich nog niet gemeld hebben voor de inspraak of er nog mensen zijn die wensen in te spreken. De lijst is al aardig vol, dus er komt verder niks bij. Dan gaan we over tot de inspraak van de kadernota en als eerste de heer Jan Hagedoorn. En die spreekt namens G.J. Hagedoorn. En zichzelf. En zichzelf, ja. U hebt 5 minuten, meneer Hagedoorn. Ja, maar ik heb 2 keer aangevraagd. Ik heb ook aangevraagd om de zon. Hij doet het. Nogmaals, dank u voorzitter dat ik even het woord mag voeren. Nou, ik zal maar beginnen. Toeristenbelasting. Geloof ik hier voor de 20e keer staan. Maar geef niet. Moet de recreatie bloeden voor de drieslag? Reserves om zeep helpen waar wij in de begin jaren 90 om gesmeekt hebben om een klein stukje in te zetten voor de aansluitkosten van de riolering. Maar de reserves waren heilig. Het rijke bezit is nu bijna gesmolten tot niets. Wanbeleid dat ongestraft blijft. Nee, het volgende wanbeleid is het op zeep helpen van de parel van Ommen, de recreatie. Nee, het zal nog wel even duren, net als begin 2000, toen een onrealistisch plan de drieslag Ommen naar grote hoogtes moest helpen. Havengebied, oude sportpark, zouden dienen om flink winst te maken en voor 0 euro een multifunctioneel sportpark aan te leggen. Je zou zeggen, verdien het eerst met het oude havengebied, verkoop de gronden van de Rotbrink. Nee, beginnen met wat niets opbrengt en budget van miljoenen overschreden is. Een wanprestatie, tegenstrijdig met goed ondernemerschap. Eerst verdienen, dan pas uitgeven. Nu is de parel van Ommen aan de beurt, de recreatie. Net als de stad van 2000 met de drieslag, is het nu over 15 jaar recreatie aan de beurt om failliet te gaan. Heeft de partij die al jaren voor het zeggen heeft in Ommen eindelijk haar zin? Ik zie nu al tekenen hiervan dat het niet goed gaat. Niet bij de topbedrijven van Nederland, de Overijsselse Vechtdalcampings. Het summum van beleving en kwaliteit. Die kunnen het nog wel even uitzitten. Zij hebben reserves, net als in 2000 de gemeente Ommen. Maar zijn genoodzaakt die nu aan te spreken. Ik was ook verleden week bij de raadsvergadering over de Rotbrink. Ik zag een mooie LPO-sheet langskomen met rode balken. Nou, die kun je over een paar jaar ook projecteren op de recreatie in de toekomst. Spreek ik wartaal? Nee, als dit college waar ik de burgemeester hoorde over de betrouwbaarheid van BMW hoorde praten. Dezelfde burgemeester beloofde 14 dagen geleden nog dat de toeristenbelasting niet verhoogd zou worden. Heb ik dat 2 jaar geleden ook niet gelezen in een verkiezingsprogramma van een bepaalde partij, wat ook op de affiche stond? Ja, hoe onbetrouwbaar is dit als je in 2 jaar tijd in de coalitie zit en 2 jaar een verhoging voorstelt?
Ommen heeft niets met recreatie. Mijn ouders hadden al problemen. Een nachtvergunning, anders mocht je 's nachts niet op je bedrijf verblijven. Een kampeervergunning, de voorganger van de toeristenbelasting. Zomerhuisjes die je 's winters moest afbreken. Aanleg, riolering met torenhoge kosten. Van gemeentelijke aansluitkosten zonder subsidie. Bestemmingsplannen met tegenwerking. Verbod op staakervens tot 1980, een jarenlange frustratie en nu de verhogingen van de toeristenbelasting. Ja, ook de razzia van destijds, Bureau Fiscaal Controle, want wij zouden de zaak oplichten. En na een intensieve controle bleek dat alles te kloppen. Wel kostte dat onderzoek 100.000 euro. Echter, ondanks alle tegenwerking floreerde het toerisme. En is er een infrastructuur van fiets, wandel, ruitenpaden, zwembaden, musea, florerende horeca. Een winkelbestand waar Vroom Soap jaloers op zou zijn. Want zonder toerisme geen Albert Heijn, geen Jumbo, geen Hema, geen Action, geen Henkpaard en noem ze allemaal maar op. Geen mooie jachthaven, geen cultureel centrum, misschien ook wel geen Rotbrink. Dan was er ook geen probleem. Moet de recreatie bloeden voor dit wanbeleid, veroorzaakt door de drieslagindustrie? Voor het toeristisch gebied klopt dit ook niet. Ik kom al jaren in een plek in Oostenrijk, dat heet Saalbach, dat floreert door toerisme, als geen ander, maar geen industrie. Dat zou overigens ook de doodsklap zijn als de gemeentebestuur dat niet zo naïef is. De recreatie heeft de toekomst, moeilijk. Met nog niet het stoppen aan de onderkant, want daar is het kapitaal uitgeput. Meer om de nodige investeringen te doen. Ik zie bedrijven die hun kabelnet moeten verzwaren. Een investering van ruim een ton die niet voorhanden is. En blijven hun staakervens voeden met maximaal 4 of 4 ampère, waar 16 gewenst is. Gevolg leegstand van jaarplaatsen die niet meer ingevuld worden. Straks een gezin dat 3 weken kampeert in Ommen. 100 euro aan toeristenbelasting kwijtraakt. Laat staan als je met 6 personen bent. Die kiezen dan wel een andere plaats. Beseft u wel dat recreatiebedrijven zijn die meer arbeidsplaatsen hebben dan nu op de Rotbrink? Mijn eigen bedrijf heeft 40 vaste mensen in vaste dienst, die in de zomer aangevuld worden nog eens 170, in totaal 210 mensen die hun werk vinden in de recreatie. Dan zet u de toekomst op het spel. Plus secundaire arbeidsplaatsen die ingezet worden bij investering in toeleveringsbedrijven. Ja. Daarnaast vullen zij ook nog eens in de taak van de gemeente. Bij ons krijgen wekelijks 300 kinderen zwemles met succes. Ook het ontbreken van faciliteiten in het buitengebied. Fitnessen, 400 personen wekelijks op de Beerse Bulten. En maak daarnaast dankbaar gebruik van de ontspanning van het Giegenknijnenhal, de zwembaden. Vooral op zondag als deze gemeentelijke baden gesloten zijn. Heb ik nog niet over de horeca en wellness. Allemaal zonder overheidssubsidie of tegemoetkomen in de exploitatiekosten. Nee, wel bijdragen aan mismanagement van de bestuurders van Ommen. Maar ik heb een oplossing. U krijgt de ruimte van de centrale overheid om te zoeken naar meer inkomsten. Om ook eens de kortingen op de bijdrage van diezelfde overheid te kunnen invullen. Voer een vrije tijdsbelasting in. Ik heb wethouder Schelen hier al eens een voorbeeld van gegeven, dat iedere ondernemer bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente. Veel bedrijven profiteren van dat toerisme en vrije tijd. Ik noem ze de grootwinkelenbedrijven, maar ook alle andere bedrijven die direct of indirect betrokken zijn en verdienen aan die recreatie. Voor de rest van de inwoners van Ommen, die profiteren van die fantastische fiets- en wandelbaden, zwembaden, sportvelden, gymzalen, die geld hebben gekost voor het welzijn van de inwoners en medewerkers. Van al die bedrijven door een vrije tijdsbelasting in te voeren. Het wordt wel het BIS-model genoemd. Zou het ook eerlijk zijn, wel profiteren, maar niet betalen het gelijkheidsbeginsel? Dit geldt ook voor de dagtoeristen. Veroorzaken evenveel onder de overlast, tussen aanhalingstekens. Het enige verschil is dat ze niet slapen. Dus als je slaapt, word je gestraft.
Ja, ik ben bijna aan het einde. Ik heb nog een tip. Waar geen kosten en courtage aan verbonden zijn. Voor de Rotbrink, maak een verkoopplan wat interessant is en wat breed gedragen kan worden. Woningbouw, industrie, kleine boekhoudbureautjes, ICT-bureautjes. Dat stoort elkaar niet zo. Ik ben opgegroeid in Omelo, woonde daar midden tussen de bedrijven. Dat betekende een hele leefbare omgeving en een verrijking. Het zou ook een voorbeeld voor Nederland kunnen zijn als Ommen zoiets doet. Net als de meest gesitueerde vijfsterrencampings die in Ommens Vechtdal gesitueerd zijn. Met dank destijds aan de Vechtdal campings die in 1988 hier het initiatief voor hebben genomen. Ik hoop dat het initiatief het genoegen is om u wakker te maken, meer serieus genomen te worden en bijdrage te leveren aan een gezond Ommen. Ik hoef er geen rijke beloning voor. Laat staan courtage te hebben. Ik hoop, burgemeester, als de best betaalde ambtenaar, zoals u zelf vaak aangaaft, er weer een pleidooi houdt, net als bij de Rotbrink, met de handen in de zakken en overtuigd dat er binnen 1,5 jaar, net als de Rotbrink, goed blijft en gaan met de recreatie. Ik wens u veel wijsheid en vooral realiteitszin en luisteren naar de ondernemers, want die weten wat ondernemen is. En daar kan het college en de raad niet zeggen. Ik dank u voor de aandacht die mij gegund is. En dat in precies 10 minuten. Als u nog even blijft staan, want dat kunnen vragen voor u zijn. De heer De Vries. Ja. Meneer, ja, hij doet het. Ik begrijp dat u als toeristondernemer natuurlijk niet staat te springen als wij de toeristenbelasting verhogen. Maar zou u de volgende vraag voor mij kunnen beantwoorden? Want u gaf aan dat u naar Saalbach-Hinterglimm graag op vakantie gaat. Ja. Weet u wat de toeristenbelasting daar per persoon per dag is? Ongeveer €1,20. €1,70. Ja, ja. Maar daar heb ik een infrastructuur voor die... Maar dat betaalt u met plezier toch, denk ik, of niet? Ja, maar ik betaal ook veel meer voor mijn appartement. Daar betaal ik denk ik wel 2000 euro voor. En een kampeerplaats in Ommen, de minste is iets van 12 euro per dag, 15 euro per dag. Dat maakt een groot verschil. Volgens mij gaat u de prat op dat u Adak Superplaats bent. Dat is dus niet zomaar een camping. Nee, daar hebben we hard voor gewerkt. Daar hebben we geen misses voor gedaan. Dat ik zuinig op onze centjes gepast en dan krijg je succes. Maar ik kan me goed herinneren dat ik vroeger met mijn kinderen op een camping municipaal ergens in een dorpje in Frankrijk stond en dat ik deze bedragen ook betaalde. Dus waarom loopt u... Ik ga naar een eenvoudige camping met mijn eigen kinderen en ik heb nooit bijzonder luxe vakanties gedaan toen mijn kinderen nog klein waren. Maar ik vraag me dus af, wij hebben het over een verhoging van de toeristenbelasting tot ongeveer het gemiddeld niveau in heel Nederland. Ik kan u ook voorbeelden noemen van Valkenburg en Amsterdam waar de toeristenbelasting wel 3-4 keer zo hoog is. Ja. Ja. Maar ik kan u ook zeggen dat het in Overijssel, dat dan Ommen de duurste overnachtingsplek is wat betreft de toeristenbelasting. En ik vind de toeristenbelasting een totaal onrelevant iets. Als je dus kijkt naar de dagtoerist die helemaal niets betaalt, alleen die toerist die toeristenbelasting betaalt, die slaapt hier eventjes. Ja, dan is die ook nog rustig ook nog. En hij stimuleert geweldig de economie. Ja, maar... Laten we gewoon eerlijk zijn, u kunt fulmineren tegen de toeristenbelasting, maar het is een bepaald systeem wat wijdverbreid en zeer veel gehanteerd wordt. En volgens mij heeft u zelf net gezegd dat u met groot plezier de toeristenbelasting betaalt op uw eigen vakantie. Dus eerlijk gezegd heb ik een beetje het gevoel dat u voor uw eigen belang staat te praten en niet zozeer voor het belang van de gemeenschap als geheel. Volgens mij is dat geen vraag, maar is het een constatering en ik denk dat beide heren hun punt gemaakt hebben. Verder nog iemand een vraag voor de heer De Jonge. Ja, voorzitter. Nou, het systeem.
Ja, voorzitter, voordat ik mijn vraag stel, allereerst en ook aan de volgende inspreker, het excuus voor de 10 jaar dat de mensen hier moeten inspreken voor verhoging van de toeristen-CQ-verenzenbelasting. Want u kent het standpunt van de VVV en ik vind het schandalig. Voorzitter, dan de vraag aan de heer Hagedoorn. Want de heer Hagedoorn die zoomde nogal behoorlijk in op onze burgemeester. En als ik het goed heb, dan is onze burgemeester de voorzitter van het recreatieplatform. De vraag aan de heer Hagedoorn, want u gaf aan dat er toegezegd is dat de toeristenbelasting niet verhoogd zou worden. Komt dat uit het recreatieplatform en hoe is het overleg daar verlopen? Nee, dat komt uit een informeel samenloop van een paar mensen waar de burgemeester bij aanwezig was. Ja, voorzitter, dus dan mag nog even volgvraag. Want neemt u deel aan het recreatieplatform of uw zoon? Ja, zoals u weet ben ik de nestor van de recreatie en ik ben eigenlijk met pensioen en ik vervang mijn zoon. Dan de vraag van, is daar gesproken met u over de verhoging van de toeristenbelasting? Ik moet wel bij zeggen, voorzitter, dat ik vanmiddag zeer verrast was. En dat doet me ook wel deugd, dat er geen draagvlak meer is in de Raad voor de verhoging van de toeristenbelasting. Dus wat dat betreft is deze discussie meneer de Jonge, er zijn geen algemene beschouwingen. U mag een vraag stellen aan meneer Hagedoorn. Dus de vraag, meneer Hagedoorn, van kunt u terugkoppelen uit het recreatieplatform wat daar besproken is in dit jaar, dus voor de kadernota 2017 over de verhoging toeristenbelasting? Nou, ik was daar niet bij aanwezig, maar ik heb wel gehoord dat daar met geen woord over toeristenbelasting gesproken is en dat de volgende dag een briefje of een mail op de deurmat lag waar dus voorgesteld werd dat de toeristenbelasting naar 1,20 euro ging. Verder nog vragen voor de heer Hagedoorn? Nee, dan mag u uw plaats weer innemen. En dan is de heer Van Voorveld van Marketing Oost. Goedenavond. Het was niet zo moeilijk. Briefje oktober 2014. Even bijgehaald. Een paar dingen, maar eigenlijk hetzelfde verhaal. Marketing Oost, Vechtal Marketing, probeert samen met ondernemers de economie, de vrije tijdseconomie te stimuleren. En we kunnen zeggen dat dat dankbaar is, omdat we een hele mooie gemeente, een heel mooi gebied hebben. En ook hele goede ondernemers. Dus de beginsituatie is goed. Toeristenbelasting. Wij zijn principieel tegen toeristenbelasting. Ik vind dat je als gastvrije gemeente toeristen wil, als je dat wilt, dat je niet met allerlei bijkomende kosten moet komen. 1 totaalprijs. Vind ik ook vervelend als ik in een vliegtuig zit. 2. Als er toeristenbelasting is en de gemeente kan die inkomsten niet missen in de begroting, pragmatische insteek, doe er dan ook dingen mee die belangrijk zijn voor toerisme en laat dat zien. 3. Laat de toeristenbelasting nooit meer dan een paar procent inflatiecorrectie met een meer dan een paar procent inflatiecorrectie stijgen. Bij grotere stijgingen is pijnlijk duidelijk wat de reden is. Een gat in de begroting. En dan een 4, en daar wil ik dan even wat langer bij stilstaan. Als al besloten wordt tot een verhoging van de toeristenbelasting, doe dat dan alsjeblieft in regionaal verband. Of zelfs provinciaal verband. En zorg dat er afstemming is en 1 prijs gehanteerd wordt. Vanuit Vechtal Marketing proberen we juist die gemeenschappelijkheid te benadrukken. En we denken dat dat heel belangrijk is en dat dat ons ook al heel veel gebracht heeft. In het geval van Ommen Hardenberg, de ambtelijke dienst, is het natuurlijk belachelijk dat Ommen de toeristenbelasting verhoogt, waardoor Hardenberg weer een campagne zou kunnen beginnen om toeristen niet naar Ommen, maar naar Hardenberg te laten gaan. Het grappige is, dat zijn dezelfde ambtenaren die dat doen. Dus de ene dag denken ze, nou, we gaan onze wethouder adviseren om die toeristenbelasting te verhogen. En aan de andere kant zeggen ze, oh, dat is handig. En dat allemaal binnen het Vechtdal. 1 Vechtdal en binnen 2 gemeenten die 1 ambtelijke organisatie vormen. En die op weg zijn, naar ik hoop, naar 1 Vechtdal gemeente. Dit is een schoolvoorbeeld van veel te klein denken. En wat je ermee wint, daar kun je de Rotbrink ook niet mee goed maken. Ten slotte dan het argument dat de hoogte van toeristenbelasting geen invloed heeft op de komst van toeristen. 1 van de vraagstellers suggereerde dat. Voor de duurdere accommodatievormen zou u daar best eens gelijk in kunnen hebben.
Want als ik een weekendje naar Maastricht doe, dan betaal ik, en ik ben in die gelegenheid, dat geef ik toe, met plezier een eurotje of 4 toeristenbelasting per nacht. Is nog maar een beperkt percentage van de hotelprijs, zeg ik er dan bij. Ik heb heel veel mails gekregen en ook via de Rekron heb ik rekensommetjes gezien, waarbij het voor gezinnen in het voorseizoen gewoon 35% verhoging van het tarief betekent. Bij de goedkopere campings speelt dat. En ook bij de duurdere campings gaat het om veel geld. Vaak wordt hier te makkelijk over gesproken door mensen voor wie 35 euro toeristenbelasting inderdaad peanuts is. We hebben heel veel in het Vechtal. We hebben zeker als gebied om, als het gaat om de recreatie, om onze campings, dan hebben we eigenlijk het beste van Nederland. We hebben hier 7 best campings. Van de 32 in Nederland zitten er 7 in het Vechtal. Fantastisch. We hebben dus ook wat te verliezen als we daar niet goed mee omgaan. We hebben een Vechtalkompas gemaakt met alle gemeenten, met alle stakeholders en partners. En een van de 5 pijlers, misschien wel een van de belangrijkste, zijn toch die accommodaties. Want naast dat we trots zijn daarop, is er ook de zorg voor een dalende trend in de kampeersector. Hij is gelukkig een beetje gestopt, maar er is zorg. En juist ondersteuning en versterking van deze sector is tot speerpunt benoemd in het Vechtalkompas, waar alle Vechtalgemeenten volmondig ja op hebben gezegd. Het gaat om 13% van de werkgelegenheid, ongeveer, in directe zin. Maar het is 80% van het imago. Want denkt u dat die meneer uit Rotterdam voor de Rotbrink, of voor de industrie of voor de binnenstad naar Ommen komt? Nee, hij komt vanwege die campings en vanwege de recreatie. 80% van het imago, dat is ook wetenschappelijk aangetoond, ook onder andere door Gert-Jan Hospers, professor City Marketing, heeft te maken met je vrije tijd. En dan zo'n grote verhoging van de toeristenbelasting, ik vind het een slecht signaal. Dank u. Vragen voor de heer Van Voorveld. De heer Remmers. Ja. We hebben wat moeite vanavond. Twee vragen roept het op. Ten eerste de uniformiteit qua tarieven. Ik ga ervan uit dat u geen pleidooi doet om overal 1,20 euro te gaan hanteren. Dus dan is de vraag die daaruit volgt is van, u bent verantwoordelijk voor de campagne Vechtal Marketing, tenminste uw organisatie. Met ondernemers. Ja, ja. wat zouden de consequenties kunnen zijn voor de te voeren campagne op het moment dat deze verhoging wordt doorgevoerd? Nou, in rechtstreekse zin staat het buiten de campagnegelden, maar het tast zeker de winstgevendheid van bedrijven aan. Want er zijn ook nog bedrijven, dat heb ik in oktober 2014 ook van meerdere kanten gehoord, die niet altijd de toeristenbelasting in zich heel willen doorspelen aan de gasten. Dus dan ben je zelf het haasje. Dus het is niet zo dat wij dan meteen enorm gekort worden op budgetten. Dat is weer een andere discussie natuurlijk. Maar het heeft zeker invloed op de campagne. Want uiteindelijk denk ik dat wij kunnen die campagnes alleen doen als ondernemers meebetalen. Als ondernemers erin geloven en ook die gezamenlijkheid zien. En u mag best weten, ik kom in ieder geval in heel Overijssel op heel veel plekken waar met jaloezie naar het Vechtal wordt gekeken. Omdat er een soort verband is in het Vechtal en ook een soort positionering. En die Vechtalvlaggen doen daar ook goed aan mee. Waar men in Salland, in Twente en ook in de kop van denkt van poeh, goed voor elkaar. En dat is ook zo. En dit soort signalen, want het is ook nog voor een deel een signaalfunctie, werkt erg slecht en gaat de ondernemers raken en dus ook de campagnes. De tweede vraag, voorzitter. Ik ben daarnaast wel inderdaad benieuwd van wat zou dan de consequentie zijn op het moment dat je dan diezelfde inkomsten via een BIS bijdrage zou doen. Wat zou dat de gevolgen van zijn? En in hoeverre heeft er met uw organisatie overleg plaatsgevonden al vooraf over deze verhoging? Dat was het. Nou, dat laatste is heel simpel. Niet. En dat eerste, daar is wel in algemene zin in de hele provincie en in heel het land worden daar pilots voor uitgevoerd. Ik denk ook dat het sowieso naar een meer eerlijke manier toe moet. Sluit even aan bij mijn voorganger, meneer Hagendoorn. Dus ik denk dat ondernemers ook niet
niet bang zijn of om te investeren. En als men ziet dat er gezamenlijk geïnvesteerd wordt, en een gemeente is een vorm van een gezamenlijke investering, die ten goede komt aan de sector, is dat een ander verhaal. Maar het gaat wel om de hoogte, het gaat om eerlijkheid, het gaat om kosten versus baten. En die is hier helemaal zoek. En dat heeft vooral te maken met het feit dat alleen de verblijftoerist betaalt. En vooral dat het niet uitmaakt of je in een hotel van 1000 euro zit of op een camping van 10 euro. Je belasting is hetzelfde. Nou, denk daar maar eens over na. Dat is echt heel krom. Dus wij staan ook open voor suggesties om in een groter verband, doe dat dan niet in Ommen, daar ben je echt te klein voor. Nederland kent Ommen, maar dit moet je groter doen. Om naar alternatieven te zoeken die zorgen dat je op een veel betere constructie hebt. Reclamefondsen zijn natuurlijk aan de orde van de dag. Reclamebelasting, bissen, bisbuitengebied wordt zelfs een pilot meegedaan. Maar ik zeg u, er is niet één van die pilots is heilig. Het gaat gewoon om de wil, wat wil je met z'n allen. En als je met z'n allen wat wil, dan gaat dat zeker lukken. Ja, ja, dank u wel, voorzitter. Even aansluitend op het BIS-verhaal, hoor ik u nu zeggen dat stel dat we dat zouden willen in Ommen, dat u dan feitelijk adviseert, doe dat dan vecht al breed? Ja, als dat realistisch is, zou ik dat zeker doen. Hoe breder, hoe beter. Dat lastig is in de huidige constellatie. Het moet niet een reden zijn, als dat de reden is om het niet te doen, dan zeg ik nou, doe het dan maar wel alvast. Maar doe het op een eerlijke manier. Maar ik zou bij al deze dingen toch gewoon in een groter verband gaan denken. Over 20 jaar hebben we grotere verbanden. We hebben nu al grotere verbanden. En we houden onszelf voor de gek om dat te klein te houden. De heer De Vries, Robles. Ik hoor u pleiten voor andere manieren van inning. Andere vorm, andere constructies. Ja, het is niet alleen de inning, hè? Nee, maar in ieder geval andere constructies. Ja. Maar wat weerhoudt u om, laten we zeggen, met eenzelfde opbrengst met een voorstel te komen hoe het anders kan? Nou ja, net of wij dat hele verhaal bedacht hebben en dan nu ook maar met iets anders moeten. Ik denk niet dat dat onze rol is. Wij willen er graag over meedenken. Maar begrijpt het is niet... u het probleem van de gemeente die een begroting sluitend moet krijgen en dat er dus een opbrengst binnen moet komen? Ja, dat snap ik. Maar ik vind het erg belachelijk om daar zo ineens maar naar willekeurige middelen te grijpen. Waarvan ik, nou, daar is niet makkelijk te pakken. Dat zijn niet onze bewoners, dat zijn toeristen. Dat zijn er maar 100, zijn maar een paar kiezers. Meneer De Vries Robles, deze discussie is niet ter zake. Nou, ik heb gevraagd of er een alternatief voorstel is, maar kennelijk is dat er niet. Verder nog vragen voor de heer Van Voorneveld? Dan mag u ook uw plaats innemen en dan mag meneer Martin Maassen namens de Rekron naar voren komen. Ik raak helemaal niks aan. Dat is nog erger, ik raak niks aan en hij doet het niet. Voorzitter, ik had een heel uitgebreid verhaal voor mezelf uitgeschreven in steekwoorden. Steekwoorden waren toeristen als melkkoe, omen de duurste. Wat had ik hier nog meer staan? Rust in de tent, betrouwbare overheid. Alternatieven, er staat hier gestrekt been, ik weet niet waar dat op slaat. Maar in ieder geval... Ik ga dat verhaal niet houden, want er is sinds vandaag wat mij betreft een andere realiteit. Die blijkt uit de contacten die we met diverse partijen hebben vanuit onze achterban. Er zijn 4 partijen in deze raad die zich hebben uitgesproken, in ieder geval in mijn richting, dat ze deze verhoging niet willen. En ook geen andere verhoging, maar niet. We hebben namelijk een afspraak gemaakt 2 jaar geleden. Dat was de laatste keer dat we elkaar bezig hielden. En die afspraak ging erover dat de toeristenbelasting buiten schot zou blijven en in het ergste geval met het indexcijfer zou worden verhoogd. En als je het dan hebt over een betrouwbare overheid, is het jammer dat meneer De Vries Robles nu niet luistert. Want als je het hebt over een betrouwbare overheid, kom je afspraken na. En dan zeg je niet 2 jaar later, zoals u doet, en u schuift het balletje terug naar de burger of naar Marketing Oost, kom met alternatieven. Die alternatieven hebben we overigens in meer dan voldoende mate de afgelopen jaren aangereikt. Ook in de brief die ik u op 13 juni heb gestuurd, mede namens VNO-NCW, MKB... en Marketing Oost staan een aantal alternatieven genoemd die de moeite waard zijn om te overdenken. Toeristische BIS, daar werd naar gevraagd, is op dit moment in geen enkele gemeente ingevoerd. We zijn in gesprek met de gemeente Terbergen, daar willen ze hem invoeren. En daar zullen wij ook samen met de gemeente en met de ondernemers in het buitengebied
kijken of het een haalbare zaak is. In Tubbergen zou dat dan in plaats komen van toeristenbelasting. U begrijpt dat we niet praten over NN, we praten over in plaats van toeristenbelasting. Maar nu ik mijn verhaal heb weggegooid en nu u ook op 13 juni van mij een brief heeft gehad waarin alle argumenten staan, en volgens mij heeft u die misschien op enkele na niet, of heeft u die allemaal gelezen, dan wil ik gewoon een citaat om de boel een beetje te verluchtigen uit een boek halen. Het is het boek Tussen Tent en Villa van Mieke Dings. Het is een proefschrift. Ik kan u dit allemaal aanraden. En dat gaat over vakantie vieren. En met name over het begin van de kampeertijd, toen het nog booming was. Toen waren er heel veel richtlijnen over hoe je moest kamperen en op welke manier de regels op het terrein werden volgehouden. En eentje daarvan ging over keukens in vakantieorde. Die beoogde duidelijke richtlijnen te geven waaraan de keukens moesten voldoen wat capaciteit, installatie, reiniging en circulatie betreft. En ook hier deed het bouwcentrum gezaghebbende instelling geen uitspraak over welke situatie het meest wenselijk was. Van een andere zaak was het de richtlijn gebruik vakantieoorden buiten het zomerseizoen. Dat gaf meer informatie over wenselijke vakantiebesteding. Het raadde exploitanten aan, niet alleen met het oog op een gezonde bedrijfsvoering, maar met het oog op efficiëntie, het seizoen te verlengen door schoolwerkweken te organiseren, waarin aandacht werd besteed, en ik citeer, aan het aankweken van gemeenschapsgevoel, het bevorderen van contact met de natuur en het leven buiten de grote stad. Den staat er ook nog af en toe. Weekendverblijven toe te staan, zowel collectief als individueel. Speciale kampen voor kinderen toe te laten. En tevens huisvrouwen toe te laten die hierdoor, ik citeer, tijdelijk van de zorg van het gezin werden ontheven. En als voorbeeld, en daarom zeg ik het, staan hier kaarten bij van vakantievreugd met een C. Inmiddels bekend als Besmenenberg. Zo oud gaat de traditie van het kamperen, zo ver gaat de traditie van het kamperen terug. En ik raad u allen aan om de komende tijd dit boek ter hand te nemen en dit vooral te zien als ontspanning en op te houden met zinloze discussies en elkaar bezighouden met discussies over toeristenbelasting. Want dat leidt alleen maar tot en negatieve energie en negatieve reclame. Dat is mijn advies aan deze gemeenteraad, voorzitter. Maar misschien zijn er vragen, of ja, was het zo duidelijk? Net vragen, zijn er vragen voor? Ik blijf graag binnen de 5 minuten. Geen vragen. Dan is het duidelijk. Deze die had ze waarschijnlijk afgemeld. Ik kan de verzekerd even melden. Klopt. Dan staat nu op ons lijstje meneer Snoek, maar die schijnt zich afgemeld te hebben. Ja? Oké. De heer Ellenbroek van de Leemler S. Politiek tegen het voorstel staat te lezen in de pers vanmiddag. Maar toch vind ik het belangrijk om u te informeren. 1,5 jaar geleden stonden wij hier ook voor u om onze bezwaren en zorgen kenbaar te maken tegen de toen voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting. Ik ben toen geëindigd met de vraag: welke boodschap wilt u aan onze potentiële gast overbrengen? Het antwoord lijkt er één te zijn van: u mag wel komen, geef uw geld hier maar uit, maar val ons vooral niet lastig, want wij zijn met heel andere zaken bezig. Ik wil graag één aspect onder uw aandacht brengen. De lange drukke zomers zijn al vele jaren geleden teruggebracht naar tot 4 à 6 weken. Hoogseizoen dan, heb ik het over. Alle aandacht bij de ondernemers gaat er naar uit om dat weer op te rekken. En wat vaak wordt vergeten, is het voor- en na-seizoen. Dat is voor de ondernemers op dit moment de prioriteit om dat op te rekken, om meer gasten binnen te krijgen. Daar is nog veel ruimte voor een groeiend aantal toeristen waar Ommen een mooi product voor te bieden heeft. Maar Ommen niet alleen. Zo zijn er tal van mogelijkheden om te kiezen. De tarieven in het voor- en na-seizoen worden al jaren niet meer door de ondernemers vastgesteld of bepaald, maar door de actie en ANWB. Met hun vele kortingsprogramma's wordt het ons opgedrongen. Wil je niet meedoen, sta je niet meer in de gids. Bedragen van 15 tot 17 euro per nacht voor 2 personen exclusief toeristenbelasting, dat is dan de norm van die organisaties in het voor- en na-seizoen. Daar moeten wij het mee doen. Luister goed, 15 tot 17 euro. Wil je niet meedoen? Prima, kom je niet meer in de gids.
Dat is onze organisatie, ANWB en de ACSI-actie. Iedereen kent die kaarten, denk ik. Juist voor die consument in die markt waar nog groeikansen liggen, is de prijs een zeer belangrijk instrument, keuzeinstrument. Waarom zou iemand meer betalen in Ommen, terwijl het op veel plaatsen voordeliger is? Want juist op het moment dat de overnachtingsprijs overal gelijk is, maakt de toeristenbelasting het verschil. In het voorstel van het college maakt toeristenbelasting straks 14 tot 16% uit van het overnachtingstarief. In het voor- en naseizoen. Hè? Dit staat toch in geen enkele verhouding? Laat ondernemers ervoor zorgen dat gasten naar het Vechtdal komen. Maar straf het niet af met een boete voor ongewenst vakantiebezoek. Dank u wel. Vragen voor de heer Allebroek? Geen vragen. Dan mag u uw plaats weer innemen. Dank u wel. En dan gaat de beurt nu naar mevrouw De Lange. Okay. En weer komen we als recreatieondernemers hier in de raadzaal om jullie duidelijk te maken dat de verhoging van de toeristenbelasting voor ons minder omzet zal betekenen. Hierdoor kunnen we niet investeren, innoveren in onze bedrijven in een steeds snellere veranderende maatschappij. Noodzakelijke aanpassingen, onderhoud zullen achterwege blijven. Nu al zijn er bedrijven die misschien gesaneerd moeten gaan worden. Juist onze boerderij Kampeergast let op de kleintjes qua overnachting, betaalbaarheid, vergelijk prijzen. Wanneer in onze gemeente besloten wordt de toeristenbelasting te verhogen naar een prijzenniveau als duurste gemeente in Overijssel, prijzen we onszelf uit de markt. In het voor- en het naseizoen zal dit zeker merkbaar zijn. Maar ook in het hoogseizoen zal men naar een gemeente verder in het Vechtdal gaan. Waarom houden we als drie Vechtdal-gemeenten geen gelijkheid in de toeristenbelasting? Ooit is hierover gepraat en naar mijn inziens zal dit een wijs besluit zijn. Onze klanten zien graag dat de bedrijven waar ze overnachten up-to-date zijn. Het gras gemaaid, bomen gesnoeid, oplaadpunten voor de e-bike, gratis internet. We kunnen bijna niet meer tegen een gast zeggen dat wij wachten op glasvezel. Dit is een eerste levensbehoefte geworden. Er zijn kampeerders die hierom afhaken. Ze weten dat in bepaalde gedeeltes van Nederland het internet voor elkaar is. En ze zijn eigen caravan, tent of camper gezellig kunnen skypen met de kleinkinderen, mailtjes lezen, surfen op internet. Marketing is een belangrijk onderdeel geworden in de bedrijfsvoering. Goed vindbaar op internet. Eigen mobiele website, Google, Facebook, Instagram. Men wil verleid worden om in het Vechtdal met Ommen als middelpunt op vakantie te gaan. Onze kampeergasten gaan graag uit eten in Ommen of een terrasje pakken voor de lunch. Na jaren hoor ik dit jaar voor het eerst weer positieve reacties over het centrum van Ommen. Onze gasten adviseren we graag in de meivakantie, met name naar welke camping ze willen in Ommen, het Vechtdal. Voor straks in de zomer, waar is een leuk animatieteam, een zwembad, waar zijn er bijzondere buitenactiviteiten voor de kinderen. We hebben een gouden ei. De opbrengst is niet slecht die overnachting. In de hand, het prachtig platteland, de bossen, de Vecht. Laten we dat niet gaan zien als een melkkoe die na een aantal jaren is leeggemolken. Laten we het Vechtdal omarmen met Ommen als middenpunt en dit koesteren en trots zijn dat dit in de regio Zwolle een gebied dat het is dat het er doet. Daarbij past geen verhoging van de toeristenbelasting. Vragen voor mevrouw De Lange. Geen vragen, mevrouw De Lange. Dan is de beurt aan de heer Christian Peters. Geachte commissieleden, net als veel van mijn collega-ondernemers werden wij als recreatiebedrijf onaangenaam verrast door het voornemen om de toeristenbelasting met 20% te verhogen.
Jullie hebben als commissieleden allemaal waarschijnlijk de ingezonden brief van Gerrit-Jan Hagendoorn van de Beerse Bulten ook kunnen lezen. En de gevolgen van de verhoging voor de toeristenbelasting voor de verblijfsrecreatie in deze gemeente mogen duidelijk zijn. Is al net al vaker over gesproken. Een slechtere concurrentiepositie is het gevolg en een rem op investeringsmogelijkheden. Uit cijfers van Marketing Oost blijkt dat 80% van de toeristen in het Vechtdal verblijft op een camping met zijn eigen kampeermiddel of inmiddels vaker een ingericht kampeervoorziening op die camping. In Overijssel ligt dat percentage op een slechts 55%. Dus je kan hieruit concluderen dat de gasten die hier komen vooral kampeerders zijn en dat is onze grootste groep toeristen. Het is ook zo dat deze grote groep toeristen weer bestaat uit vooral Jan Modaal. Die met zijn vakantiegeld 2 weken vakantie komt vieren in onze gemeente. En deze moeten wij koesteren. Hij kan zijn geld nu eenmaal 1 keer uitgeven. En als de gemeente besluit nog meer van zijn budget af te romen, dan heeft dat direct consequenties voor de bestedingen van deze groep. De verhoging van de toeristenbelasting met 20% is heel concreet. Met z'n allen een patatje minder bij Vlater eten, een ijsje bij Ekkelenkamp minder, een uurtje varen met een bootje op de Vecht minder, of voor de kleine geen waterpistool bij de Intertoys. Nou kan je hier lacherig over doen. Hè? Er is hier gesproken van het valt allemaal wel mee. Maar er is een hele grote groep ondernemers in het Vechtdal die het moeten verdienen met het ijsje, met het patatje of met het bootje. De gemeente zou de concurrentiepositie van zijn toeristische bedrijven, en daar schaar ik ook de horeca en de middenstand onder, en daarmee zijn werkgelegenheid hoog in het vaandel moeten hebben en zuinig moeten omgaan met de toerist. Zorg ervoor als gemeente dat deze toerist zich op handen gedragen voelt in plaats van onwelkom. Wij als dagrecreatiebedrijf willen u, voordat u een besluit neemt over een verhoging van de toeristenbelasting, op het hart drukken dat een verhoging van de toeristenbelasting gevolgen heeft voor de toerist, de verblijfsrecreatie, maar ook zeker voor de horeca, middenstand en dagrecreatie. En toen waren de minuten over. Nou, bedankt voor het inlopen van de tijd. Vragen voor de heer Peters? Geen vragen. Dan mag u uw plaats innemen. En dan is de beurt aan mevrouw Kat van Camping De Kleine Wolf. Geachte voorzitter, nou, het meeste is denk ik al wel gezegd vanavond. Ik heb een klein briefje, dus ik kan het heel snel zijn. Inderdaad, de toeristenbelasting, we staan hier weer. Elke keer als een nieuwe wethouder komt of een nieuwe burgemeester komt, hou ik mijn hart al vast. Want denk, oh, het eerste graaien we in de toeristenbelasting. Nou, we hebben het weer gehoord. In 10 jaar tijd is de toeristenbelasting met 140% verhoogd. Is best veel, is meer als index, denk ik zelfs. Maar er moet iets gezocht worden. Ik heb iets gezocht voor die meneer daar zo. Hoe komen we aan die 120.000 euro? Kunt u even luisteren, meneer? Ja? Ik weet niet, we kijken heel veel naar Hardenberg. Hardenberg kijkt naar ons en wij kijken naar Hardenberg. Betaalparkeren, een vies woord voor de middenstand. Maar ik denk dat daar toch een oplossing ligt. Als ik op zaterdagmiddag naar Hardenberg ga, sta ik in de rij voor de parkeerplaats, voor de slagboom. Ik moet daar betaald parkeren. Ik doe mijn boodschappen bij Albert Heijn, krijg netjes 75 cent terug voor het parkeren. Onze Jumbo hier gaat midden in het centrum zitten, heeft een mooie parkeerplaats voor de deur, wat mooi aangelegd door gemeenschapsgeld. Maar we hebben niet genoeg parkeerplaatsen, dus we gaan nog meer parkeerplaatsen aanleggen. Probeer die auto's juist te weren uit het centrum. Als je vanaf Zwolle om en in rijdt, het eerste wat je ziet is een aantal auto's. Vroeger keek je mooi op de zon, ik zie nu op die snelweg alleen maar auto's staan. Ik vind dat geen mooi beeld. En ik vind dus dat je daar echt geld uit kunt halen. Als je ongeveer 1 euro per dag, je moet niet zoals Zwolle 5 euro per uur, maar je doet 1 euro per uur, kun je heel gauw aan die 120.000 euro komen. Doe het alleen in de zomer, niet in de winter. Want dan hebben we de gasten wel nodig. Hardenberg zegt van, oh jee, zegt die middenstand, moet je niet doen, is een doodsteek. Hè, bedrijven vallen allemaal om daar. Waarom vallen de bedrijven om? Dat zijn die grote jongens die in die vastgoedzaken zitten. Hè, zo'n blauwe shop, die betaalt 10.000 euro huur in de maand. Dat is op een gegeven moment niet meer op te brengen. Vandaar dat die omvalt. Andere bedrijven die omvallen in Hardenberg, dat zijn de grote ketens die in heel Nederland omvallen. Dus ik vind, daar kun je niet naar kijken.
Het kamperen loopt heel erg terug. Dat is een trend. Gelukkig stopt het nu weer. Maar we hebben een andere alternatieven gezocht. En dat is de Duitse markt. Wij en de Beerse Bulten stoppen op het moment heel veel marketingkosten in de Duitse markt. Wat zien we? Veel Duitsers in Ommen. Wat doet de middenstand? Duitse cursus geven. Goh, waar komen al die Duitsers toch vandaan? Ja, er zijn bedrijven die stoppen geld en marketing in de Duitse toerist. Ook weer goed voor de middenstand. Dus ik vind, ja, waarom wat dan alles? Wij proberen zoveel te doen om de gasten hier naartoe te krijgen. En waarom worden we afgestraft? Juni is een maand met volop concurrentie in heel Nederland. De tarieven zijn heel laag. Bij ons is het €295 voor 30 dagen kamperen. Is €10. Beerse Bulten, €225, 30 dagen kamperen. €7 per dag. En dan de toeristenbelasting. Dan is dat toch 35%. En dat is heel veel. De toeristen die in juni komen, zijn oudere mensen. Ze moeten op hun pensioen letten. Het eerste, ze komen met de mooiste caravans, ze komen met de mooiste auto's, maar ze letten op die toeristenbelasting. Er komt nu een kantelpunt aan, dat merken wij. Gasten die een dag eerder naar huis gaan, laten het kampgeld zitten, maar ze willen wel de toeristenbelasting terug. Want met een gezin is dat toch €5. Met Pinksteren hebben wij boekingen tot dinsdag, maar ze gaan toch maandag weg, want op dinsdag moeten kinderen naar school. Mogen we wel €5 toeristenbelasting terug, want we overnachten hier niet. Wat kunnen we nu gaan doen? Kinderen gratis laten kamperen. Iets wat je gratis aanbiedt, hoef je geen toeristenbelasting voor te betalen. Dus als wij een tarief maken, een all-in tarief, inclusief twee personen en de kinderen gratis, hoeven wij de helft maar af te dragen. Wij dragen waarschijnlijk volgend jaar zo'n 140.000 tot 150.000 euro aan toeristenbelasting af. Dat zijn 4 ambtenaren op het gemeentehuis. Dat is geld wat we heel erg in ons bedrijf willen investeren. We steken ons nek uit. We staan aan de top van Nederland. We staan aan de top van Europa. Maar dat komt niet vanzelf. Wij moeten er keihard voor werken. En probeer ons dan niet uit te melken. Want op een gegeven moment houdt dat gewoon op. Het is een keer klaar, het is een keer klaar. En het is heel jammer en heel triest dat die toerist weer gepakt wordt. Dus mijn voorstel, voorzitter, ga eens naar de middenstand kijken. Ga eens met de Jumbo praten. Probeer dat hij 75 cent teruggeeft aan zijn klant. En probeer eens 100 parkeerplaatsen betaald te krijgen. En verder, oh ja, en dan wat geld gestoken in de fietspaden, wandelpaden. 1 tip, begin met de Sahara, want daar kun je gewoon niet meer fietsen. Dat vraag ik me nog wel even af. Dus dat was mijn briefje eigenlijk. Ik ben ook blij dat er nu toegegeven wordt. Vroeger werd verteld toeristenbelasting wordt aan de toerist besteed. Dat is dus niet zo. Het blijkt dus dat het toch in algemene middelen komt. Vroeger werd er gezegd, ja, maar na een bissingavond moeten we alle vuilnis opruimen. Dat kost allemaal geld. Nee, het gaat dus in algemene middelen. Dat blijkt hier dus wel uit. Nou, dat was het wat ik een beetje had. Dus ik hoop dat iedereen gehoord heeft. Vragen voor mevrouw Kak. Ik had nog één dingetje. Nou, vooruit. Voor meneer De Vries. U zegt van, nou, in de stad, hè, toeristenbelasting geld. De stad Zwolle, 60 cent toeristenbelasting. Is een stad, kun je zeggen, ja, maar dat is een stad. Nee, dat is een stad met een mooie fundatie, met een waandes, waar alles is. En 60 cent, hè, dan praten we over een stad. En dan in om €1,20. Ik vind dat een heel verschil. Zwolle komt met Koninginnedag op televisie, hè, om in de picture te komen, is toch een toeristenstad. Dus ik vind daar, als je dat vergelijkt met Ommen, is dat dus echt hoog. En het landelijke gemiddelde in Overijssel, nee, het gemiddelde in Overijssel is 79 cent. Dus daar liggen we dan ook ver boven met €1,20. Dat was het wel. Oh, even daar staan. Vragen voor mevrouw Kat. Geen vragen. Dan mag u uw plaats innemen. Dan mag nu mevrouw Dorlijn van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Ommen. De scholen, de Hoeksteen, de Schakel en Ommenkanaal. Goedenavond, graag de voorzitter, leden van de raad, dames en heren. Mijn naam is inderdaad, zoals gezegd, Wilma Dorlijn. Ik ben directeur-bestuurder van PCO Ommen. En ik mag hier spreken namens scholen in het buitengebied, de Hoeksteen, de Schakel, Ommenkanaal en onze eigen scholen, Hoge Graven, Kardoen, het Coloriet en de Triangel. Er was een mooie binnenkomen van de school uit Vilsteren, Willy Brothers. Nu weet u ook waar ik het over ga hebben, over de bezuinigingen in de kadernota betreffende het vervoer. In de kadernota staat namelijk op bladzijde 20 dat er een bezuinigingsvoorstel komt van €80.000 op het vervoer van het schoolzwemmen. En op bladzijde 21 staat een
toelichting, dat het dan een taakstelling van de raad is, van de college is, moet ik zeggen, van 80.000 euro. In de brief aan de besturen onderwijs staat dat met ingang van het cursusjaar 2017-2018 er een bekostiging van het gym, het gymnastiek en het zwemvervoer wordt beëindigd. Echter, in het raadsvoorstel wat u voor u hebt en het raadsbesluit staat dat het alleen maar over het schoolzwemmen gaat vervoer. Dus daar is geen eenduidigheid over. Maar laat ik nu uitgaan van het slechtste scenario en ik ervan uitga dat het voor beide vervoer, zowel voor zwemmen als voor gymnastiek gaat. Dan heb ik daar nog wel iets over op te merken. Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden. En ik weet ook wel dat iedereen niet wil dat het van hem of van haar afgaat. Maar ik kom hier echt heel erg op voor de jonge inwoners van Ommen. Ik pleit er echt voor om deze bezuinigingen niet over de ruggen van onze basisschoolleerlingen te laten gaan. Laat die alsjeblieft de dupe daar niet van worden. En denk hierbij aan uw eigen uitgangspunten. U zegt een gezond, vitaal en bruisend Ommen. Bruisend in het gehele Vechtdaal. En het geldt dat nu alleen voor de kern of geldt het dan ook voor de buitengebieden? Want ik neem aan dat de buurtschappen en de dorpen ook gewoon bij Ommen horen. Op bladzijde 5 van de kadernota staat dat er inspraak en suggesties mogen gedaan worden ten aanzien van andere bezuinigingen. Ik ga daar geen andere suggesties voor geven, dat laat ik graag aan anderen over. Maar ik wil u wel graag richting en een kader geven voor de begroting betreffende het vervoer waar we het net over hebben. Voldoe gewoon aan uw uitgangspunten die u zelf hebt gesteld. Vitaal en gezond Ommen. En daar wil ik heel graag aan toevoegen. En geen ongelijkheid voor kinderen die in de kern Ommen wonen en kinderen die in de buitengebieden wonen. Dat mag absoluut niet aan de orde zijn. Gewoon het vervoer moet blijven. U zegt Ommen is een aantrekkelijke gemeente. En dan zeg ik weer alleen de kern of ook de buitengebieden. Er is voldoende ruimte voor voorzieningen. En u zegt, ja, er zijn hoogstaande voorzieningen. Dat klopt ook. Maar straks kunnen de kinderen onder de schooltijd geen gebruik meer daarvan maken. Omdat het veel te duur is voor hen om daar naartoe te gaan. Een van onze scholen heeft het uitgerekend. Ommen Kanaal heeft dat gedaan voor ons. En die zegt, het kost mij 16.000 euro op jaarbasis. Als ik het vervoer zelf moet gaan regelen, dat kan ik echt niet betalen. En dat gaan we ook echt niet doen. Dat kan niet. Geld dat overigens dan niet aan onderwijs kan worden besteed. Nog niet zo lang geleden hebt u aangegeven dat u ook wel een voorstander bent van het openhouden van de kleine scholen in de buurtschappen. Daar zijn wij het geheel en al mee eens. Maar door dit beleid, en overigens, het is natuurlijk aan de besturen om dat te beslissen, of een school wel of niet open blijft. Maar door dit beleid kan het voorkomen dat wij haast gedwongen worden straks om onze scholen dicht te doen. En waarom? Omdat ouders straks niet meer gaan kiezen voor een school in het buitengebied. Want de school, of een die geen bewegingsonderwijs kan aanbieden, ja, dan kan ik me voorstellen dat ouders daar niet zo gauw hun kinderen naartoe zullen sturen. Er wordt een suggestie gedaan in de kadernota voor een mobiliteitspool door ouders. Hoe moet ik dit lezen? Een paar keer door de ouders, een paar keer per week met ouders het zwemvervoer of het gymvervoer regelen. De economie trekt weer aan. Mensen krijgen weer gelukkig meer banen. En dat houdt in dat ouders gewoon hun kinderen 's ochtends naar school brengen. Vervolgens doorgaan naar hun werk. En daarna 's avonds gaan de kinderen na schooltijd naar de opvang. En worden ze daar vandaan gehaald. We hebben ongelooflijk fantastische ouders die heel veel voor school willen doen. Maar die kunnen heus niet een paar keer per dag of een paar keer per week met hun kroost ook nog eens een keer voor de school heen en weer gaan rijden. Dat gaat niet werken. Even terug naar de kadernota. Daar wordt gesproken over gezondheid. En u weet zelf allemaal dat de gemeente Ommen ook meedoet aan het JOG, hè, jongeren op gezond gewicht. Nou, ik kan wel een heleboel uit citeren, maar u hebt allemaal de kadernota zelf kunnen lezen. Er gaat over Vitaal Vechtdaal, een gericht programma op vroeger bij en ouderen langer vitaal. Nou, als u werkelijk de gezondheid en de vitaliteit zo belangrijk vindt, dan kan het toch niet zo zijn dat vervolgens de subsidies voor het vervoer naar het bewegingsonderwijs gewoon gestopt wordt. Dat kan er bij mij gewoon niet in.
Bewegingsonderwijs is namelijk onmisbaar voor de motorische, sociale en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Er is een groeiende wetenschappelijke evidentie dat sport en bewegen bijdraagt aan betere onderwijsresultaten in brede zin. En daar zijn wij allen bij gebaat. Ik wilde nog iets zeggen over, stel dat wij, dat u zegt van ja, dan ga je met de kinderen op de fiets naar de sportzaal. Dat is bewegen. Ja, dat klopt, dat is bewegen. Maar als ik nu even kijk naar mijn collega's van de Willy Brothers in Vilsteren, die school staat 7,5 kilometer van de sportzaal vandaan. En die moeten dan met groep 3 gaan fietsen. En dan 15 kilometer heen en terug. Dat gaat heel veel reistijd kosten. En hoe is de veiligheid en de weersomstandigheden? En de reistijd, daar vermors je heel veel onderwijskwaliteit mee. Want als je reistijd hebt, kun je niet aan onderwijskwaliteit werken. Dus dat is ook nog zeker een punt waar u goed bedacht om moet zijn. De sectorraad van het primair onderwijs, de PO-raad, heeft samen met OCMW een kadernota of eigenlijk een bestuursakkoord gesloten. En daarin wordt eigenlijk afgesproken dat in 2017 de scholen worden gevraagd, of gevraagd, daar moet je eigenlijk al aan voldoen, niet aan 2 uur bewegingsonderwijs per leerjaar, maar 3 uur. En Sander Dekker heeft in zijn Kamerbrief van januari 2016 dat beaamd. En hij zegt, we willen heel graag dat het onderwijs aan kinderen minstens 3 uur bewegingsonderwijs per week wordt. Hoe moeten wij dit alles vormgeven wanneer er geen gelden meer zijn voor het vervoer vanuit de buitenscholen, vanuit de kernen voor gym- en zwemonderwijs? Wij weten het niet en we staan met de rug tegen de muur als dit gaat gebeuren. We hebben geen geld om dit zelf te bekostigen. Tot slot nog een paar opmerkingen. In de kadernota lees ik ook iets over voorzieningen in goede huisvesting, vernieuwen van het basisonderwijs verdiende aandacht. Daar ben ik blij mee. Maar je moet in Ommen wel van een hele, hele lange adem hebben. En ik blijf hopen dat dat ook goed komt. En ik hoor de woorden nog van mevrouw Lagas, die zij al in een eerdere bijeenkomst heeft gezegd, toen ze over het kindplein ging. Jongens, houd toch op, zet toch de schop in de grond. Met het beëindigen van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van het aanbrengen, vervangen en onderhoud van de beveiligingsinstallaties in de schoolgebouwen zijn wij eveneens niet blij. Er staat bij dat dat 17.000 euro gaat schelen. Het verhoogt wederom de uitgaven voor ons als besturen. Geld dat weer, zoals ik juist ook al opmerkte, niet aan onderwijs besteed kan worden. De beveiliging is gewoon noodzakelijk omdat wij een verzekering hebben. Die loopt overigens via de gemeente. En doordat wij allemaal beveiligingsinstallaties hebben, is de premie voor de verzekering ook laag te houden. De lump-sum-bekostiging van het basisonderwijs is gewoon te laag. Maar daar klagen we hier niet over. Daar klagen we wel bij het ministerie en dat doen we ook gezamenlijk. Dan mijn laatste punt. Ik mis in de brief aan de onderwijsbesturen nog een melding van de beëindiging van de gelden op de wet OK. Dat zag ik ook in de kadernota staan. En dat is dan de wet ontwikkelingskansen voor kwaliteit en educatie. Dat is dan het doel, even ter verduidelijking, voor de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen verbeteren. Dat gaat dan om een bedrag van 26.000 over het jaartal. Staat onder het jaartal 2017, maar verderop staat dat het ook in 2018 of nog verder afgeschaft kan worden. Ik wil even u aan herinneren dat de wet in 2015 is geëvalueerd en daaruit blijkt weliswaar dat er veel verbeterd is ten aanzien van de taalachterstanden voor de kinderen en ook de werkzaamheden op de peuterspeelzalen. Maar vervolgens ook dat er plannen zijn om een nieuwe wet OK, dus een vervolg op de wet OK komt, omdat het nog niet bij iedereen, lang niet iedereen, op orde is. En het is een verplichting van de gemeente om een kwalitatief goed voorschools aanbod te doen voor alle kinderen met een onderwijsrisico op een taalachterstand. En dat probleem zie ik ook op onze scholen. Ik zie dat er steeds meer kinderen binnenkomen met die achterstand. En dat heeft te maken met de sociale achtergrond waar de kinderen vandaan komen en ook steeds meer kinderen, vluchtelingenkinderen die gewoon binnen onze scholen komen.
Hier wil ik het bij laten en ik wens u alle wijsheid toe om de juiste beslissingen te nemen. En ik wil u daarbij nog de volgende raad geven. Kijk alsjeblieft naar de toekomst. En volgens mij is die toekomst, dat zijn onze kinderen. Dank u wel. Vragen voor mevrouw Dorlijn. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw heldere toelichting. Waar ik wel benieuwd naar ben, is er met schoolbesturen overlegd naar eventuele mogelijke bezuinigingen? Of is dit, komt het als kou op uw dak? Want u geeft een aantal bezuinigingen die naar uw mening niet realiseerbaar zijn. Of tenminste een hele negatief effect hebben. Is er overleg geweest en heeft u eventuele alternatieven? We hebben nog geen gezamenlijk overleg daarover gehad. Wij zijn uiteraard wel bereid om daarover mee te denken en te kijken welke richting we dan wel op kunnen. Maar dat is tot op dit moment nog niet gebeurd. Nog verdere vragen voor mevrouw Dorlijn? Nee, dan mag u uw plaats innemen. Dank u. En dan is de beurt aan de heer Frank Veldmaat. Dank u, voorzitter. Geachte leden van de gemeenteraad. Namens de ouders van de leerlingen van basisschool Sint-Willibrordenschool te Vilseren wil ik graag gebruik maken van het spreekrecht. Met verbijstering hebben we kennis genomen van het voorstel van BMW van gemeente Ommen om het gym- en zwemvervoer met ingang van het schooljaar 2017-2018 niet langer te gaan bekostigen. Ervan uitgaande dat het inderdaad om zowel het gymvervoer en zwemvervoer gaat en niet alleen het zwemvervoer zoals in de kadernoorde staat, zijn we hier als ouders van de leerlingen uit Vilseren zeer van geschrokken. Het is ongelooflijk hoe de gemeente Ommen wil omgaan met de basisschoolleerlingen uit het buitengebied. De gemeente kan en mag toch geen onderscheid maken tussen basisschoolleerlingen uit haar eigen gemeente. Ook leerlingen uit het buitengebied moeten kunnen blijven gymmen. Onze kinderen komen nu al niet aan een minimale 1,5 uur gymnastiekles per week. Dit omdat er telkens met de bus heen en weer gereisd moet worden. Dat is niet anders. Maar helemaal geen gymnastiek mag geen optie gaan worden. Vanuit Vilsteren gaat iedere dinsdag groep 3 tot en met 8 per bus naar sporthal De Slagen om daar te gymmen. Totaal zijn dat 57 leerlingen. Vervoer in een mobiliteitspool ouders, zoals voorgesteld in de kadernota, is met dat aantal leerlingen niet te realiseren. Door de voorgestelde bezuiniging, welke directe oorzaak zijn van het mislukken van de drieslag, zou het dus kunnen betekenen dat het gymnastiek voor onze kinderen zou komen te vervallen. Maar ze zijn wettelijk verplicht om gymonderwijs te volgen. Dan is het inderdaad na onderzoek, zoals in de kadernota staat omschreven, zeer wenselijk. Blijft jammer dat de gemeente Ommen voornemens heeft deze bezuinigingen mede door te voeren over de rug van de basisschoolkinderen uit het buitengebied. Alsof deze kinderen hier iets aan kunnen doen. Maar zij worden wel de dupe ervan. Wat ons tevens bevreemdt is het feit dat in dezelfde nota de voornemens staan dat er naast de reeds 5 bestaande eigen sportzalen in Ommen zelf er nog een sporthal bij moet komen met 3 zaaldelen. Een sporthal die we gezamenlijk zullen moeten betalen, dus ook het buitengebied. Echter, om de basisschoolkinderen van het buitengebied daar naartoe te vervoeren, kan niet meer gezamenlijk bekosteld worden. Voor ons onacceptabel. Wij als ouders hopen dan ook dat u als gemeenteraad de wijsheid heeft en respect naar onze kinderen toont en niet instemt met de voorgestelde kadernota betreffende het niet langer bekostigen van het gym- en zwemvervoer met ingang van het schooljaar 2017-2018. Ik dank u voor de aandacht. Vragen voor de heer Veldmaat. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik weet dat het gebruikelijk is om hier en nu vragen te stellen, maar die heb ik niet, want uw verhaal is klip en klaar en helemaal duidelijk, wat ons betreft. Maar ik zou u graag de complimenten willen maken voor de leuke, ludieke actie met de kindertjes bij aankomst in het gemeentehuis. Ja, het bewijst wel wat de ernst is in Vilseren. Ik bedoel, we kunnen niet zonder de bus, anders kunnen die kinderen gewoon niet meer gymmen. Ja. Dus.
erg waardering voor uw actie. Dank u wel. Oké, dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel. Bent u bevreesd dat dat deze onzalige maatregel doorgaat, dat dat tot leegloop zal leiden van uw school? Ja, wij horen nu al, en ik had het eigenlijk bewust niet genoemd, wij horen nu al van ouderen die zeggen van als dat doorgaat, dan haal ik onze kinderen van school. Ik weet niet als het dat echt gaat gebeuren. Dat zal er afwachten natuurlijk. Maar om nieuwe leerlingen te krijgen, gaat straks wel heel moeilijk worden als het niet meer doorgaat. Want mijn voorganger zei ook terecht van, als je geen bewegingsonderwijs kunt bieden aan de kinderen, dan denk ik niet dat ouders nog kinderen naar de school te doen. Dus dat zou een leegloop betekenen van de school in Vilsteren. En dat was voor het dorp wordt het natuurlijk ook niet aantrekkelijk meer. Dus ja, daar ben ik echt bang voor. Zou dat betekenen dat ze bijvoorbeeld naar Dalfsen zouden gaan? Of hoe, want wat is het alternatief dan? Op zich zit Vilsteren tussen Dalfsen en Om, zoals u weet. Er bestaat een kans dat de aantal leerlingen naar Dalfsen zullen gaan. Die net op de WIP zitten, die kunnen naar Dalfsen gaan, ja. Ja. Verder nog een vraag voor de heer Veldmaar? Nee. Dan mag u uw plaats innemen. Ja. En dan mag meneer Marco Veneboer naar voren komen. Voorzitter. Ik sta hier ook namens de Sint-Willeborgenschool in Vilsteren. Als zijnde de directeur van de school. U heeft net bij binnenkomst, en mevrouw Dolijn die refereerde daar nog even aan, inderdaad een heleboel enthousiaste, of in ieder geval strijdvaardige leerlingen van mijn school gezien. En ik zag ze daar gelukkig hier binnen staan, hè, want als ze buiten hadden moeten gaan gimmen in de regen, en dan zag ik dat al een klein beetje als ons voorland, hè, dat wij straks, omdat we niet meer met de bus naar de gymzaal kunnen, in weer en wind, in elk seizoen, herfst, winter, gewoon buiten moeten gimmen. En we hebben hele mooie ruimte om onze school heen, dat is zeker. Alleen is het niet zo dat nou een hele wenselijke situatie is. Wat is het namelijk als de raad namelijk besluit om de bekostiging van het gymvervoer weg te bezuinigen? Hè, dan zit er niks anders op voor onze leerlingen om inderdaad bij school te gymmen. We hebben wel een klein speellokaal, hè, wat eigenlijk normaal gesproken gebruikt wordt om kleuters gymles in te geven. Maar die is absoluut niet toereikend om ook de kinderen van groep 3 tot en met 8 gymles te kunnen geven. Het wrange is ook nog eens een keer dat als het gaat om de afstand waar wij voor in aanmerking komen, en dan blijkt het dat wij, als wij meer dan 7,5 kilometer van school een gymlocatie hebben, dat wij wel recht hebben op bekostiging van het gymvervoer. Nou, nu blijkt dat we 100 meter tekort komen. Hè, want als we kijken op Google Maps, dan komen we precies op 7,4 kilometer tussen onze school en de gymlocatie. Dus ik hoop niet, en ik doe dus ook een dringend beroep op u als raad, hè, dat wij niet op 100 meter deze bekostiging gaan mislopen. Nou, ik had eigenlijk nog een heleboel consequenties opgeschreven, maar mevrouw Dolijn heeft net eigenlijk al een heleboel consequenties opgenoemd. Hè, over inderdaad dat bewegingsonderwijs nogal cruciaal is voor de motorische en sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dus ik zal het niet nog verder herhalen. Ook geldt voor ons precies hetzelfde dat wij niet zelf in staat zijn om het vervoer van de kinderen te bekostigen. Zal zeker ten koste gaan van ons onderwijs. Niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook de onderwijstijd. Fietsen is al helemaal geen optie. Vooral als ik het heb over kinderen van groep 3 en 4. Die kan ik niet door weer en wind met alleen de begeleiding van misschien een leerkracht en een welwillende ouder de dijk opsturen en naar Ommen laten fietsen. Het punt wat net eigenlijk ook al even te sprake kwam naar aanleiding van de vraag van de heer Bongers. Is het reden inderdaad om voor mensen, voor ouders om hun kind van school te halen? Nou, wat meneer Veldmaat al zei, dat is in de wandelgangen is dat gehoord. Heb ik niet zelf als directeur gehoord.
Maar het heeft zeker invloed op het feit dat er dan minder nieuwe gezinnen zullen aanmelden. Omdat die simpelweg zullen zeggen van ja, als jullie geen deugdelijk bewegingsonderwijs kunnen aanbieden, dan kies ik voor een andere school. Als laatste, en ook dat is al eerder benoemd, wil ik toch ook nog even refereren aan het feit dat het wel erg oneerlijk is voor kinderen in het buitengebied. Dat zij niet de mogelijkheid hebben om te gymmen. Terwijl de kinderen die in de kern van Ommen wonen en dus lopend of eventueel fietsend naar de gymzalen kunnen, dat wel hebben. Dus nogmaals, ik doe een dringend beroep op u allen om deze bezuiniging toch alsjeblieft niet door te laten gaan. Ik dank u. Vragen? Geen vragen, dan mag u de plaats innemen. Dan is meneer De Boer van het cultureel platform Ommen. Voorzitter, raadsleden, goedenavond. Mijn naam is De Boer, zoals gezegd. Ik ben sinds gisteren voorzitter van het cultuurplatform Ommen. Het is misschien vermetel om vanavond voor één sector te spreken te midden van zulke financieel zwaar weer. Maar toch waag ik het erop, want de culturele sector moet in deze storm toch niet ondergesneeuwd raken. Ja, het past toch eigenlijk in de doelstelling van een herstelplan om de culturele sector, een relatief goedkope, mee te laten doen aan het streven om Ommen aantrekkelijker te maken. Kijkend naar de bestuurlijke focus op pagina 7 van de kadernota, of brief of anderszins, zien we daar kunst en cultuur niet bij staan. Wel roemt men bij het item aantrekkelijke woongemeente ons voorzieningenniveau op het terrein van sport en cultuur. Maar verderop, in de tussenbalans, wordt dit niet uitgewerkt en dus blijven we toch per som zitten met het verlies van de Muzerie, van het Nico, van het Tinnen Figuurmuseum. Bij het item Bruisend Centrum staat alleen de aanvechtbare term vechtpodium vermeld. En bij de andere brandpunten komt het woord cultuur helemaal niet voor. Natuurlijk zitten cultuurelementen opgenomen in de gebruikelijke begrotingsonderdelen, maar wat mij opvalt en enigszins stoort is dat de meeste ervan puur instrumenteel gebruikt worden. Ze zijn op het terrein van de WMO, maatschappelijk domein, en dus cultuur ten behoeve van grotere participatie, zelfredzaamheid van de burgers, maar er zijn geen zelfstandige items binnen een groter kader cultuur. De eerste keer dat we het woord cultuur in de kaderbrief hierna weer tegenkomen is op pagina 19, het provinciaal cultuurarrangement. Ik hoop van harte dat BNW zich hier niet te vroeg rijk rekenen, want zo zeker is het niet dat Ommen hieraan mee kan doen. In de tussenbalans op pagina 31 gaat het over city marketing, waarover men met één partij onderhandelt. De voormalige Stichting Promotie Ommen en de werkgroep van het cultuurplatform Ommen Helemaal Ommen horen hier kennelijk niet bij, maar bij dit centrumproject zou toch ook de culturele sector betrokken moeten zijn. En tenslotte lezen we in bijlage 4 een alternatieve bezuiniging, die geheel bestaat uit culturele elementen. Het college stelt ze niet voor, maar laat ze wel opschrijven. En dat vind ik een interessante tactiek, maar niet zo heel erg prettig. De raad een heel aantal bungelende worstjes voorhouden en dan zeggen dat ze niet smaken. Met een variant op een bekende ambtelijke uitdrukking zou ik zeggen, dat verdient geen culinaire prijs. Ik rond af. Ik pleit niet alleen voor het handhaven van de relatief lage uitgaven voor de culturele sector. Ik bepleit ook het opnemen van cultuur als een zelfstandig beleidsonderdeel, waarin op basis van een visie op cultuur beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Beleidskeuzes waarin bijvoorbeeld aan de orde komt wat de verhouding is tussen uitgaven en initiatieven voor het centrum en voor de buurtschappen. Hardenberg heeft een uitgebreide cultuurnota. Dat zou toch in Ommen ook moeten kunnen. Naar verluid wil men hier in Ommen vanwege de bezuinigingen geen haast maken. Ik ontleen aan de bezuinigingen juist de noodzaak en de urgentie van wel zo'n beleid. Het zou de functie van een cultureel platform bij initiatieven en coördinatie aanzienlijk versterken als er een beleidsvisie
cultuur aan ten grondslag zou liggen. Ik dank u voor uw aandacht. Vragen voor de heer De Boer. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Interessante bijdrage van meneer De Boer. Ik zoek nog even naar de praktische toepassing. U pleit voor een stuk beleid op het cultuurgebied. Hoe zou u die ingevuld willen zien? Gaat dat via uw platform of kunt u dat dus toelichten? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Op dit moment is er een cultuurplatform voor coördinatie. Maar je hebt in andere steden, in het verleden en zo, heb je een culturele raad. Je hebt allerlei andere mogelijkheden om daar vorm aan te geven. De vorm cultuurplatform is een hele lichte vorm, maar goed, het is een vorm. Natuurlijk, u begrijpt dat ik natuurlijk een geld en macht wil, net als iedereen hier in deze zaal. Maar dat is misschien op dit moment niet zo'n heel erg handige uitdrukking. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel. Nog één vraag aan de heer De Boer. U geeft aan, u zou cultuur als zelfstandig onderdeel wat meer terug willen zien in de kadernota. Tegelijkertijd geeft u wel aan dat u het herkent in de verschillende onderdelen, hè, vanuit het sociaal domein. Dus de koppeling met participatie en andere onderdelen. Zeker, maar en dat, daar zal ik ook geen bezwaar tegen maken. Nee, maar is dat dus onvoldoende? Want wat voegt dan het toevoegen van het centrale onderdeel van cultuur meer toe dan wat op dit moment in de cultuur of in de nota is opgenomen? Nou, op het moment is het dus in de kadernota staat er natuurlijk heel weinig over. Maar als je dus de vorige nota over meedoen in Ommen, overigens al een bedenkelijke titel, want niet iedereen wil meedoen en toch wel aan cultuur doen. Dat geeft al een klein beetje aan hoe je zelfstandigheid zou kunnen, een zelfstandige sector zou kunnen invullen. Maar natuurlijk in die nota meedoen in Ommen, daar staan dus de gebruikelijke dingen, de bibliotheek enzovoort, die staan daar zeker in. Alleen ze staan dus vaak onder wat oneigenlijke, althans niet, voor mij niet voldoende vlaggen, zoals de bibliotheek die dan dus staat bij de mensen met een gedeeltelijke beperking. En nu kun je dus van alles zeggen, maar dat is allemaal ambtelijk ingevuld. Maar ik zou dat toch iets breder willen. Ja. Ik zie dat er verder geen vragen meer zijn. Dan mag u uw plaats innemen. Dank u wel. En dan is aan de beurt de heer Grootherde. En die spreekt in namens zichzelf. Dank u wel. Ik hoop dat ik niet alleen namens mezelf spreek, maar namens misschien nog heel veel plaatsgenoten. Maar we zullen het zien. Geachte leden van de raadscommissie. Ik heb mijn kinderen geleerd dat niets gratis is. Gratis aanbiedingen zijn bedoeld om ons te verleiden geld uit te geven aan zaken die we niet nodig hebben of ons niet kunnen permitteren. Uiteindelijk moet de rekening wel betaald worden. De vraag is dan altijd door wie. De gemeente Ommen heeft ook zo'n gratis aanbieding. Op de website van de gemeente lezen we dat je in Ommen gratis kunt parkeren. Het doel daarvan is om mensen te verleiden in grote getalen met de auto naar Ommen te komen en daar hun geld uit te geven. Maar parkeren is helemaal niet gratis. Parkeerruimte is economisch gezien een schaars goed. Daar hoort een prijskaartje bij en het profijtbeginsel dat de gebruiker betaalt en niet de gemeenschap. De gemeente zou mensen juist bewust moeten maken van wat al die parkeerplaatsen op de markt, de voormars, het Vrijthof, het oude Aldi-terrein ons daadwerkelijk kosten. In bijlage 4 van het herstelplan wordt betaald parkeren geschaard onder de noemer alternatieve niet overgenomen bezuiniging door het college. Een hele mond vol. Het college kiest liever voor lastenverzwaring in de vorm van de zoveelste verhoging van de OZB dan voor het invoeren van betaald parkeren. Dus ook mensen die op de fiets of wandelend naar Ommen komen om te winkelen of een terrasje te pikken, die blijven in de toekomst meebetalen aan dat zogenaamde gratis parkeren. Invoering van betaald parkeren heeft echter een aantal gezonde bijwerkingen.
U mag deze naar eigen politieke voorkeur rangschikken in volgorde van belangrijkheid. Betaald parkeren levert de gemeente jaarlijks zo'n 100.000 euro op. Staat in diezelfde bijlage. Ik denk dat het wat pessimistisch ingeschat is. Maar dat terzijde. Het is eerlijker, want alleen de gebruiker betaalt. Bewustwording. Het prikkelt de burger om vaker na te denken over het gebruik van de auto. Het leidt tot minder auto's in het centrum. Het draagt bij aan een beter milieu. Vermindering van de huidige chaos en ergernis rondom het parkeren in het centrum. Een eerlijke verdeling van parkeerkosten over gebruikers uit Ommen en gebruikers die van elders komen. En tot slot, het is gezonder. Het stimuleert mensen om wat meer te bewegen. Natuurlijk zal worden tegengeworpen dat men Ommen nu toch echt gaat mijden en nog vaker via internet gaat kopen, waardoor onze ondernemers omzet mislopen. Maar online winkelen is ook niet gratis. Je betaalt namelijk bezorgkosten. Op postpakketjes betaal je al snel 4 of 5 euro bezorgkosten. En ons alle Jumbo, die rekent 6 euro extra als u uw boodschappen online bestelt. Gamma en Karwei, die rekenen 29 of 39 euro als u online klusspullen bestelt. Laat u een bloemetje bezorgen, dan betaalt u 3,50 euro extra. Een paar keer iets online bestellen kost zomaar een tientje extra. De calculerende burger zal uitrekenen dat hij 1 of 2 euro parkeergeld snel terugverdient door zelf boodschappen te doen in Ommen. Invoeren van betaald parkeren als alternatief voor de verhoging van de OZB lijkt mij daarom een wijs besluit. En ik wens u uiteraard heel veel wijsheid bij uw besluitvorming. Dank u wel. Vragen voor de heer Grootherden? Geen vragen, dan mag u uw plaats innemen. En dan is het nu de beurt aan mevrouw Marjolein Ree van natuurlijkommen.nl. Goedenavond allemaal. Ik hoef gelukkig geen kaartje te gebruiken, dus dat gaat niet verkeerd. Het is de eerste keer dat ik hier sta en ik ben Marjolein Ree. Het is de eerste keer dat ik inspreek, dus ik heb daar helemaal geen ervaring mee, maar ik ga mijn best doen. Ik wil graag inspreken op het onderwerp promotie, city marketing, wat in de kadernota vermeld staat. Het is fijn om als burger van Ommen te mogen inspreken. En dat geeft mij de kans om iets positiefs toe te voegen aan deze avond. Waarop de kadernota 2017 wordt besproken. Ik lees en ik hoor regelmatig van we moeten Ommen weer op de kaart zetten. Dat lees ik niet in de kadernota, maar dat hoor ik nogal eens geregeld en dat lees ik nogal eens. Wellicht suggereren we daarmee dat Ommen niet op de kaart staat. En Ommen met een inwonersaantal van ruim 18.000 inwoners staat op de kaart. En ik wil jullie dit graag laten zien. Ik heb hier een kaartje. Ik had een PowerPoint-presentatie, maar ik heb kopietjes. Die kan ik uitdelen of hoe werkt dat? Ik heb hier een kaartje. Ik weet niet of de mensen thuis en de mensen in de zaal goed kunnen zien. Maar misschien dat ik er nog een aantal over heb en rond kan delen straks. Dat doe ik met plezier. Dit kaartje laat zien de bezoekers van de website www.natuurlijkommen.nl. Dit is een selectie van Nederland en 70.000 unieke bezoekers hebben vorig jaar de website bezocht. De website heb ik ontwikkeld in het belang van Ommen, nadat ik werd getriggerd door voormalig burgemeester Mark-Jan Aane, die een duidelijke boodschap meegaf tijdens zijn nieuwjaarstoespraak begin 2014. En ik lees graag een stukje voor uit die toespraak van 2014. Naast het spreken is het nu ook tijd om de handen uit de mouwen te steken en te stoppen om samenwerking alleen in woorden te beleiden. Niet langer om je heen kijken of de belangenvereniging, het plaatselijk belang of de overheid iets doet. Nee. Steek je hoofd boven het maaiveld uit. Vaar eens tegen de stroom in. Toon het lef om op te staan. Niet om te klagen en te mopperen, maar om iets concreets te doen. Om bij te dragen, om een evenement, een actie of een ontwikkeling beter te maken. Nou, naar aanleiding van zijn boodschap
ben ik gaan onderzoeken. Ik wilde altijd al graag iets doen voor Ommen. Van wat zou ik kunnen betekenen voor Ommen? Nou, ik ben gaan zoeken op internet en ik kwam eigenlijk tot de conclusie. Er is eigenlijk weinig informatie te vinden over Ommen. Er is wel heel veel informatie te vinden, maar versnipperd over het internet. Verschillende websites. Ik heb besloten en ik zag daar kansen en ik dacht van ik ga alle informatie bundelen in de site www.natuurlijkommen. Ik ben op de fiets gestapt, heb vorig jaar heel zomer een camera gekocht en heb overal foto's gemaakt om Ommen te laten zien en informatie te bundelen in de site. Op de site is te zien, ik wil niet zoveel promotie voor de site maken, dat is mijn doel niet, maar ik wil wel graag even toelichten. Op de site is te zien dat de winkels er staan, dat we mooie bedrijven hebben, dat de natuur geweldig is. De combinatie, het centrum en alles wat we hier te bieden hebben, maakt Ommen als een sterke gemeente. En ik denk dat we er alle heel erg trots van mogen zijn. Op de site schrijf ik ook stukjes en plaats ik stukjes van organisaties die ik aangeleverd krijg. En ik moet zeggen, alle mooie dingen die er gebeuren plaats ik met veel plezier. En we zien dus ook dat dat zijn vruchten afwerpt. Want de pagina's en alles wat op de site staat wordt goed bezocht. En ook de pagina van de bedrijventerreinen. Dus daar staat ook de Rotbrink op. Ook daar is interesse voor. Kruisbestuiving zorgt voor bloei. En daarom heb ik dus alle verschillende facetten verwerkt wat Ommen mooi maakt. Laten we met elkaar voor zorgen dat Ommen nog aantrekkelijker wordt. We hebben in Ommen leuke winkels dus, bedrijven, stichtingen, verenigingen, rustpunten, bed and breakfast, campings en nog veel meer. Nou, ik wil iedereen heel veel succes wensen met de ontwikkelingen, de betrokkenen die zich bezighouden met de ontwikkelingen van city marketing. En ik hoop dat er wijze besluiten volgen in de toekomst. En als ik iets zou kunnen bijdragen of mensen zouden informatie van mij willen hebben, dan ben ik toe bereid om dat te geven. 2 jaar lang werk ik nu vrijwillig 50, 60 uur in de week om het portaal te onderhouden. Dit doe ik kosteloos, althans voor de stadswandelingen die we houden krijg ik wat inkomsten. Ik heb een aantal keren, zal ik eerlijk toegeven, bij een paar bedrijven een kleine vergoeding gevraagd voor het stuk dat ik heb geschreven. Nou, dan praat je misschien over €400 vorig jaar aan inkomsten. Nou, 50 uur in de week werken, geen vakantie, op de fiets, overal naartoe. Dat is nogal een klus. Maar goed, ik hoop op wijze besluiten en ik hoop en ik wil benadrukken dat ik denk dat de kracht zit in samenwerking. Zoek die ook op met elkaar. Ik ben bereid, zoals iedereen wel weet, tenminste hoop ik, ze zien me overal, om bij te dragen. Dus dat was eigenlijk mijn boodschap. Vragen? Heer Bongers. Ja, dank u wel. En, nou, het is alom bekend dat het een geweldige site is natuurlijk om me. Ik vind het ook een zeer positief bijdrage, niet alleen vanavond, maar vooral met die site. Wat we ons wel afvragen, je houdt hier een geweldige speech, maar ik begrijp dat er een vervolg moet komen, of dat zou wenselijk zijn. Zou u dat kunnen concretiseren? Nou, ik ben eigenlijk in afwachting van input. En, want als ik de website voor mezelf had ontwikkeld, dan had ik mijn eigen pad gekozen, mijn eigen weg uitgestippeld, dan had ik daar mijn stappen ingenomen. En ik wil juist heel graag rekening houden met wat anderen graag willen. En door met elkaar in gesprek te gaan, weet ik niet of ik wat zou kunnen betekenen. Of weet ik niet of natuurlijk om er iets zou kunnen bijdragen. Maar wellicht kunnen we dat wel in een oriënterend gesprek, in een brainstorm sessies, kunnen we daarachter komen. En daar wacht ik eigenlijk op, om daar inhoudelijk verder met betrokkenen over te praten. Voorzitter, een klein vervolgvraag. Ik begrijp dat u op een uitnodiging van het college wacht, waar ze in u samen gaat kijken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Ja, nou, ja, dat zou het college kunnen zijn, maar misschien zijn er ook andere betrokkenen die daar in kunnen besluiten. Zoals bijvoorbeeld ondernemers die betrokken zijn of mensen van recreatie en toerisme of noem maar op. Maar ik zie om me heen dat iedereen keihard werkt om iets moois te maken van Ommen. En ik zie dat ook weer elke keer als ik hier in de raadzaal zit, dat jullie raadsleden, college van BMW, iedereen probeert om het beste ervoor voor Ommen te maken. En
Het is voor mij lastig. Welk pad moet ik nu verder gaan bewandelen? En als het commercieel, als ik commercieel doel had met die site, dan je hoopt op een win-win, laat ik dat wel voorop stellen. Want je werkt gewoon. Kijk, ik kan ook lekker in de zon gaan liggen, dat is ook een keus. Hè? Je kiest erop om iets te doen voor Ommen. En je hoopt dat je tot elkaar kunt komen op een of andere manier. En daar heb ik medewerking, daar heb ik steun bij nodig. En of die steun komt vanuit het college of vanuit de raad of vanuit ondernemers of recreatie, ik hoop daarop. Dus. Maar het is niet aan mij, dus ja. Mevrouw Bakelaar. Ja, ik denk aanvullend op de heer Bongers, we gaan gewoon nog even door. Maar zie je voor jezelf gewoon een concrete rol bij het onderdeel promotie en city marketing? En als je die rol ziet en je hebt hem voor je, zou je die rol dan ook willen invullen? Kijk, ik sta overal open voor om te onderzoeken wat ik zou kunnen betekenen voor Ommen. Wat ik heel erg belangrijk vind, is gelijkwaardigheid, transparantie en neutraliteit. Want ik zie iedereen als gelijkwaardig. Ik praat met Annelies, maar ik praat met Gerrit. Ik praat met Rini Schunselaar, noem maar op. Het maakt me niet uit. Als ik mooie dingen zie die in het belang van Ommen gebeuren, geef ik aandacht aan. En of dat nou is... Kijk, persoonlijke belangen heb ik. Ik heb ook persoonlijke voorkeuren. Maar in dit werk, als je dit doet, moet je professioneel opstellen. En dan moet je gewoon kijken van, nou ja, wat is in het belang, wat gebeurt er in het belang van Ommen? En waar zou je aandacht aan moeten schenken? En dat probeer je zo goed mogelijk te verdelen. En als ja, ik zie mezelf een beetje als een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat klinkt ook zoiets. Ik zie mezelf als... Nou, mogen mensen zelf invullen eigenlijk, dat is beter. Ja. Volgens mij hoorde ik daar een ja, in ieder geval op mijn... Wellicht wel, kijk, ik denk dat het belangrijk is, er liggen cijfers hier, 70.000 unieke bezoekers. Als we kijken naar Woerden, beleefwoerden.nl, ook een prachtige site. Die mensen doen ook in Woerden aan city marketing. Woerden heeft zo'n beetje 50.000 of ruim 50.000 inwoners. Zij haalden een resultaat van 65.000 unieke bezoekers op beleefwoerden.nl in 2014. Natuurlijk, Ommen doet dit. Met 18.000 inwoners halen we 70.000 bezoekers. Dat unieke bezoekers, en dat is nogal wat. Hè, en dat doe ik niet alleen, want als die mooie dingen in Ommen niet gebeuren, heb ik niks te plaatsen, heb ik niks te schrijven, heb ik geen contacten te leggen met de mooie bedrijven die hier zijn. Dus we doen het allemaal eigenlijk samen. Dus de invulling van de site komt ook van bedrijven en organisaties die hier in Ommen zitten. Dus, en ik kan zeggen, 200 bedrijven ongeveer hebben zich aangemeld bij natuurlijk Ommen. De campings, de rustpunten, de bed and breakfast. De scholen, PCO, ik kreeg nog een mailtje van twee scholen wilden er ook graag op. Nou, dat doen we gewoon, die plaatsen we gewoon. Dus, nou ja, zo werk ik. Het is een hele hoop werk. En stapje voor stapje komen we verder. Maar ik denk dat we een hele goede, heel goed fundament hebben gelegd. Of een voorbeeld kunnen geven over hoe misschien de city marketing een vervolg zou moeten krijgen. Maar hoe? Dat is niet aan mij. Dus... Denk ik. Ja. Nou. Na dit warme pleidooi zijn we aan het einde gekomen van de inspraak bij de kadernota. En omwille van efficiëntieredenen stel ik voor dat meneer Veen, die wil inspreken bij het Kindplein West, nu zijn inspraak doet en daarna gaan we schorsen voor een korte pauze. Meneer Veen. Geachte voorzitter, commissieleden. Namens 12 huishoudens aan de Tureluur wil ik, Hendrik Veen, Tureluur 21, graag gebruik maken van het spreekrecht. Wij hebben een brief ontvangen over de plannen rondom het realiseren van het Kindplein West. Wij waarderen het erg dat de gemeente ons in een vroeg stadium hierover heeft geïnformeerd als bewoners. Uit onderzoek is gebleken dat de locatie Coloriet Dennekamp de meest geschikte locatie is voor het Kindplein West. Vooralsnog hebben wij geen moeite met deze beoogde locatie. Echter,
voor een aantal inwoners waarvan hun achtertuin nu grenst aan de speelweide tussen Coloriet en Dennekamp, wordt de privacy wel erg aangetast als daar straks het nieuwe schoolgebouw verrijst. Daarom vragen wij bij verdere uitwerking van het plan uw aandacht voor de volgende punten. Situering en ontwerp van het gebouw. Met name voor de privacy van de direct omwonenden is dit voor ons een essentieel punt. Gelet op de beschikbare ruimte gaat onze voorkeur uit naar een gebouw met één bouwlaag. Het achterliggende groen van het park blijft op deze manier zichtbaar, waardoor het groene karakter van onze wijk ook voor de bewoners van Tureluur gehandhaafd blijft. Verder is in het plan van aanpak aangegeven dat de ambitie er is om ook peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden. Wij willen graag weten waar deze ingang, de zogenaamde kiss and ride zone, voor deze voorzieningen wordt gerealiseerd. Inrichting van de buitenruimte. Wij vinden het belangrijk dat de buitenruimte zodanig wordt ingericht dat overlast van bijvoorbeeld hangjongeren zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zolang de huidige scholen bestaan, maken buurtbewoners hun kinderen en bezoekende kinderen op dit moment na schooltijd, in de weekenden en tijdens schoolvakantie met veel plezier gebruik van het plein aan de Dennekamp en de naastliggende speelweide. In ruil daarvoor houden de bewoners van de Tureluur na schooltijd een oogje in het zeil en corrigeren zo nodig kinderen die bijvoorbeeld op het dak klimmen. Dit berust op een oude afspraak met de directie van de Dennekampschool. Tot nu toe werkt dit nog altijd naar volle tevredenheid. Wij wensen dat wij, ook bij het nieuwe Kindplein West, gebruik mogen blijven maken van het plein en dat het open karakter van dit perceel met groene erfafscheiding gehandhaafd blijft in plaats van een hek, wat in het verleden vaak gedreigd is. Het spreekt voor zich dat we natuurlijk graag een trapveldje in onze straat willen houden. Veiligheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De veiligheid van de kinderen staat bij ons voorop. Verder vinden wij het van belang dat de inrichting van de Patrijstraat en de Tureluur wordt afgestemd op de te verwachten verkeersstroom. Parkeercapaciteit. Voldoende parkeerplaatsen is voor ons een must. De bewoners van de Tureluur ondervinden in de huidige situatie al de nodige overlast van schoolgerelateerd verkeer en parkeren. Naar ons idee is het meest logisch om de parkeervoorziening voor het halen en brengen van de kinderen aan de Patrijstraat te realiseren. Gebruikers van het gebouw. Graag willen wij weten welke maatschappelijke voorziening, die genoemd is in het onderzoek, onderdak krijgt in het nieuwe gebouw. En als laatste, planschade. Bewoners van de Tureluur die tegenover het trapveld wonen, hebben destijds specifiek die kavel CQ-woning gekocht in verband met het vrije uitzicht. Wij willen graag weten of het trapveldje nog steeds de bestemming groen heeft. Wanneer het Kind Westplein daadwerkelijk gerealiseerd wordt op de beoogde locatie, zal voor een aantal bewoners mogelijk planschade ontstaan voor hun woning. Hun vraag is dan ook, houdt de gemeente hier rekening mee? Dit is in de eerste instantie onze reactie op het Kindplein West. Gaandeweg het traject zullen we ongetwijfeld nieuwe vragen bij ons naar boven komen. Wij willen graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen aangaande het Kindplein West. En wij vragen dan ook ons vroegtijdig te informeren over vervolgstappen en ons waar mogelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van dit plan. Ik dank u voor uw aandacht. Vragen voor de heer Veen? Geen vragen. Ik heb nog een opmerking voor u, meneer Veen. U hebt het recht om als inspreker straks na de behandeling van het agendapunt nog een keer het woord te voeren. En het is aan u of u daar straks gebruik van wenst te maken. Ik denk dat ik hier alle
dingen van de gezamenlijke straatbewoners, buurtbewoners heb vertaald. Dus voorlopig wacht ik op vervolgstappen. Ja? Bedankt. Dan schors ik de vergadering 10 minuten. Ik kijk even rond. En ook de heer Van der Mooren heeft zijn plaats ingenomen en ik heropen de vergadering. En ik stel aan de orde de conceptafsprakenlijst openbare vergadering raadscommissie donderdag 26 mei 2016. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, dus het concept kan eraf. Dan hebben we agenda punt 5 voor vanavond geschrapt. En dat gaat naar volgende week, 23 juni. Overigens, de antwoorden op de technische vragen die komen morgen via de mail binnen. Morgenmiddag. Dan doen we nu agenda punt 6. Huisvesting basisonderwijs, Kindplein West-Ommen. Wie wenst daarover het woord? Alle fracties zie ik. De heer Van der Mooren. Heuring, sorry. Dank voor het woord, meneer de voorzitter. Een aantal opmerkingen en vooral vragen natuurlijk. Mooi om te zien dat het locatieonderzoek is uitgekomen. Dat in ieder geval niet de carousel er is uitgekomen. Dat hebben wij in het begin al aangegeven. En het had geld kunnen besparen om het meteen uit het onderzoek te halen. Nou ja, vooruit. De andere twee locaties. Er staan behoorlijk wat plussen en minnen in het document opgesteld. En het is ons niet helemaal duidelijk waarom de locatie Coloriet voorkeur heeft boven de locatie Guido de Bret. Het enige verschil, grote verschil wat we kunnen zien, wat meer plus is dat daar iets meer ruimte zou zijn. Kan de wethouder dat bevestigen dat dat de reden daarvan is? Kortom, wat heeft de doorslag gegeven? We kunnen ook iets voorstellen met betrekking tot verkeersveiligheid. In hoeverre is... een voorwaarde die gesteld is in een eerder stadium met betrekking tot identiteit daarbij meegewogen. Want dat zou betekenen dat er verschillende ingangen komen. Dat betekent natuurlijk ook iets voor aan- en afvoer van leerlingen, verkeersveiligheid, verkeerssituatie en veranderingen daarin. In de memo die we later ontvingen staan een aantal alternatieven aangegeven. Vanuit onze fractie hebben we bij herhaling aangegeven dat het handig is om te werken met alternatieven. Nou, goed dat we er nu wat zien. Hoewel het veel uitgebreider zou kunnen naar ons idee. Renovatie staat bijvoorbeeld als een van de opties genoemd. En daar wordt wel een periode van 25 jaar genoemd. Nou ja, naar ons idee is het beter om ook een optie van 5 jaar of 10 jaar weer te geven. Want we vragen ons wel echt af, in deze financieel zware tijden past het wel om nu zulke grote investeringen te doen. En er wordt het jaar 2019 genoemd als datum om af te koersen. Maar heel concreet zei dat er nog niet. Is het nou de bedoeling dat concreet 2019 de schop in de grond gaat? Zo heb ik het niet op kunnen maken uit de stukken. Als het gaat om de schoolverenigingen. De mening van de schoolverenigingen was ongeveer heilig als het gaat om locatie. Vandaar ook dat de carousellocatie is mede onderzocht. En de mening van die schoolvereniging was ook op het moment dat de locatie carousel niet doorgaat, dat er dan een gymzaal zou komen bij het Kindplein West. Dus bij Coloriet of Guido de Bret. Daar zien we helemaal niets van terug in de stukken. Kunnen we daar iets meer over horen? Als het gaat om de algemene communicatie rondom het Kindplein West, we vonden het nogal vreemd om te merken dat de buurtbewoners een brief hebben ontvangen. Die brief die is ontvangen, ik zoek hem er heel eventjes bij, 2 juni. En begint met de zin, we hebben de gemeenteraad om voorgesteld om de locatie waar de scholen Coloriet en Dennekamp gevestigd zijn. En ertussen liggen het terrein aan te wijzen als locatie voor het Kindplein West, et cetera. 2 juni wisten wij nog helemaal van niets. Tenminste, onze fractie niet. Wij waren toen nog niet op de hoogte gesteld. Dus de volgordelijkheid, dat vinden we een beetje vreemd. Dat wil ik meegeven als opmerking. Tot zover in de eerste termijn. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Vooralsnog hebben we 2 aspecten die we graag aan willen kaarten. Dat is allereerst het financiële aspect. Kijk, het project wordt nu zeg maar vooruitgeschoven over 2 jaar.
worden allerlei voorbereidingskosten en locatieonderzoeken gestart. Maar primair is natuurlijk het belang van een goede huisvesting voor de scholen. En ja, wie kan overzien wat er over 2 jaar en verder allemaal gaat gebeuren. En zeker binnen de gemeente Ommen. Dus wij hikken toch wel tegen de zorg aan voor goede huisvesting van de basisscholen. En dan is de vraag of we daar nu dit traject op deze manier moeten insteken. Maar mocht het wel zo gebeuren, dan hebben wij het andere aspect waar we ons toch ook wel, en daar heeft de inspreker ook al op gewezen, wel zorgen over de privacy en de hele uitvoering van een dergelijke kindplein. We hebben daar tot nu toe nog geen ervaring mee. En dat betekent dus wel dat we dat uiterst zorgvuldig moeten insteken. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, om dat heel zorgvuldig in te steken, nu 2 jaar met de onzekerheid dat het misschien niet eens financieel haalbaar is over 2, 3 jaar. Wij zouden graag wat meer overtuigd worden van het een en het ander. Dit is het voorlopige, voorzitter. Ja, voorzitter, dank u wel. Waar gaat het hier om? Locatieonderzoek. We hebben in ieder stadium al gezegd, wat ons betreft zijn de schoolbesturen en de MR en de ouders leidend als het gaat om de locatievoorkeur. Die was en die is inderdaad de locatie Colorie Dennekamp. Nou, wat ons betreft ook. Dus daar kunnen we inderdaad heel kort over zijn. Ja, uitstel. Het is natuurlijk van uitstel. Komt in dit geval, laten we hopen, geen afstel. Laten we inderdaad nu zo snel mogelijk beginnen met de voorbereidingen, zodat we in 2019 ook daadwerkelijk kunnen gaan beginnen. Wat betreft de mogelijke alternatieven, het is volgens mij inderdaad zo. Je hebt 15.000 vierkante meter bij de locatie Dennekamp-Coloriet. Daarnaast is het een groot voordeel dat geen van de 3 scholen hoeft te sluiten. Ze kunnen allemaal open blijven tot die school open gaat. Bewoner van Natuurleur heeft ook al aangegeven, ga in een heel vroeg stadium in gesprek als deze locatie de voorkeur inderdaad geniet. Als het gaat om sluiting, heb je inderdaad de meeste mogelijkheden. Als het gaat om de veiligheid, maar dan gaat het vooral om fietsveiligheid, is dit ook de voorkeur. We hebben een aantal weken geleden een onderwerp in de commissie gehad, volgens mij. Dat was de kruising Danterweg-Kievietstraat. Aanpakken in verband met de fietsveiligheid. Goed, de meerderheid van de raad die wou dit opnemen in het verkeersregulatieplan. We hebben toen gezegd, nou, zo snel mogelijk uitvoeren. Mocht deze locatie de voorkeur genieten, dan zou ik zeggen, zet dat ook weer zo snel mogelijk op de agenda. Want dat is in dit verband met de ontsluiting natuurlijk een hele wezenlijke. Voorzitter, tot zover. Mevrouw Lagas. Als u wegdrukt, ik had maar gemeld. Ik was u iets voor, sorry, voorzitter. We hebben inderdaad door laat ik u vooropstellen dat wij een memo en een financiële onderbouwing nog toegestuurd kregen afgelopen maandagmiddag. En ja, die ontgaat je dan nog in je mailwisseling en dan ga je met je fractie aan de gang hierover. In de schaduwfractie. En dan ontdek je s'avonds laat, of in dit geval voor mij is morgens vroeg op dinsdag, er lag nog weer een stuk. Wat belangrijk was om te hebben blijkbaar, maar het brengt ook weer verwarring. Want het gaat over zaken waar we nu niet voor staan op deze agenda. En ik kan me voorstellen dat het de nodige verwarring oplevert bij de bespreking van zo'n stuk. En als ik dan terugdenk, voorzitter, aan de bijeenkomst die we onlangs gehad hebben, waarin wij de schaarse uurtjes die we gebruiken voor informatievoorziening dit keer hebben mogen beleven, hoe de onderbouwing gedaan werd voor een extra FTE op een afdeling binnen de bestuursorganisatie, dan denk ik, nou, volgens mij had ik op dat moment toch heel wat liever die uurtjes, en mag het voor mij ook een uurtje langer gemogen, willen besteden aan de zaken die op dat moment bekend waren over dit vraagstuk. Want er grijpt hier ontzettend veel in elkaar. Op de agenda vraagt u nu locatieonderzoek. Nou, u weet dat de VVD-fractie toch nog steeds, en dat blijven we ook nog steeds, voorkeur heeft ook voor de Chef van de Roosstraat. Maar als dit het beste eruit komt namens bestuur, ouders en alles en nog wat erbij komt kijken, dan schrikken we ons daarin. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan ontwikkeling van een school op die plek. Verkeer is al genoemd. Je hebt te maken met infrastructuur rondom de school. Je hebt te maken met wat de inspreker zei, rondom trapveldjes, rondom spelen, rondom van alles en nog wat. Er komt nog heel wat bij kijken. En wij hadden ook eigenlijk een stille hoop gehad dat we eens daar met elkaar over hadden kunnen brainstormen.
Maar, zoals al bij de inspreker gememoreerd werd, wij zijn er ook voorstander van, pak nou eens door, want het duurt wel heel erg lang. En we hebben al een keuze moeten maken om in de uitvoering wat te temporiseren. Maar er moeten wel stappen gezet worden, er moet wel duidelijkheid komen. Maar nogmaals, de VVD-fractie had ontzettend veel behoefte gehad om eens even met de uitkomsten van wat wij hier nu allemaal op ons bordje hebben liggen, is een informatiebijeenkomst te hebben waarin mooie spreadsheets, alles eens even, alle voor- en nadelen op elkaar waren afgestemd. Voor ons is de input van bestuur, ouders en buurt van het allergrootste belang. Wij hechten daar heel veel waarde aan dat u daar ook goed mee om de tafel gaat. En wij hopen toch dat u voordat we ook maar wat voor middelen beschikbaar gaan stellen voor de toekomst, in ons meerjarenverhaal bij de kadernota komen we er wel op terug. Maar zeker voor de begrotingsvergadering van het najaar, de avond waar wij net even aan refereerden, ook werkelijk zullen gaan krijgen. Want het lijkt me ontzettend. En misschien is het dan wel heel erg handig om daar ook mensen van het bestuur bij te hebben. En wie dan ook. Want volgens mij moet je dat integraal oppakken. En wij staan voor een belangrijke keuze die veel geld kost. En daar moet je geen fouten in maken. Of achteraf zeggen, hadden we het maar geweten, dan hadden we het zo niet gedaan. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het is nog niet zo lang geleden, volgens mij ergens tegen de zomer vorig jaar, dat wij vrij principieel gesproken hebben over, als wij een keuze willen maken, over wat voor soort gegevens we dan feitelijk graag zouden willen beschikken. Eigenlijk maken we nu een keuze op basis van een locatieonderzoek. Dat lijkt me, als je een besluit gaat nemen wat in ieder geval 40 jaar consequenties heeft, en ik zag ergens een onderzoek, gaat het zelfs over als je iets neerzet 50 tot 100 jaar, dat lijkt me iets aan de overdreven kant overigens. Dan moet je daar volgens mij wel goed beredeneerd over nadenken. En dan heb je het niet alleen over locatiekeuze, maar dan heb je het toch over bijvoorbeeld ook onderwijsvisie. En je hebt het ook over mogelijkheden, zoals we die ook al in het plan eerder aan de orde gehad hebben, van integratie met voor- en naschoolse voorzieningen. En eerlijk gezegd, verbaast het mij dan te lezen dat de schoolbesturen hebben aangegeven dat zij de locatie Colorie Dennekamp als de meest kanshebbende locatie zien. Zij zeggen daar niet dat het hun voorkeurslocatie is, maar dat het de meest kanshebbende locatie is. Daar zit volgens mij wel een nuanceverschil tussen. Zeker als we daaraan refereren dat de oorspronkelijke eerste keuze van het plan was Schiffler-Roo-straat. Wat is er dan nu gebeurd dat die keuze veranderd is? Nou, als dat op basis van het locatieonderzoek is, dan kan ik dat niet meer volgen. Want we hebben nu een locatieonderzoek wat eigenlijk in niets afwijkt van de eerste inventarisatie van de drie locaties. En de conclusie is wel anders, om te beginnen. En ten tweede, wat mij dan hevig verbaast, wij hebben volgens mij dat eerste onderzoek ook een keer besproken en toen hebben we expliciet als raad aangegeven dat er een aantal criteria zijn die wij belangrijk vonden om mee te nemen in dat onderzoek. En ik kan niet anders constateren dan het huidige onderzoek lezend, dat er in de criteria die aangebracht zijn en in de weging die daarbij gebruikt wordt, niets veranderd is ten opzichte van de vorige onderzoek. Nou, dan zou het enige nieuwe feit kunnen zijn dat er nu daadwerkelijk een verkeersonderzoek gedaan is. Nou, we hebben het hier al eerder in de raad met elkaar over gehad dat wij vinden dat in ieder geval de verkeerssituatie iets is wat we in de verkeersstructuurplan gaan vaststellen. Maar dan wil ik er wel even op wijzen dat als je de verkeerssituatie maatgevend wilt laten zijn voor je locatiekeuzeonderzoek, en we doen dan een keuze die kennelijk 40 jaar voor gevolgen heeft, dan moet je niet alleen de huidige uitgangssituatie nemen in je locatieonderzoek, maar dan moet je ook de situatie nemen zoals die bijvoorbeeld over 10 of 20 jaar kan zijn. En dan weten we allemaal dat de Balkenweg de hoofdtoegangsweg tot Ommen is, dat de Julianastraat een 30 kilometer zone geworden is. Dat zijn de punten die wij met elkaar zo althans in deze raad vastgesteld hebben. Wat is dan nog de waarde van het huidige verkeersonderzoek? Ik moet zeggen dat ik daarmee echt tot de verbazingwekkende conclusie moet komen dat het onderzoek niet afwijkt en dat we desondanks gevraagd worden op basis van dit onderzoek nu die locatiekeuze te maken. Nou, ik denk dat we daar in de raad nog wel een hartig woordje over zullen spreken met elkaar. De heer Middelkamp. Voorzitter,
Dank u wel. Voorzitter, onze fractie was voornemens om een vraag over de gymzaal in het Kindplein te stellen. Ten tijde van het agendapunt wat hierna komt, de bouw van de nieuwe sporthal. Maar we stellen de vraag niet nu, want hij is al gesteld. En we zijn erg benieuwd naar het antwoord van de portefeuillehouder. Voorzitter, zojuist is er door een inspreker allerhande verteld over betrokkenheid en draagvlak en wat de buurt belangrijk vindt en dergelijke. Maar er kwam ook het woordje plantschade voorbij. En in het rapport staat dat de plantschade op deze focuslocatie niet noemenswaardig is. Of ik weet niet meer exact de juiste bewoording, maar daar komt het op neer, hè, verwaarloosbaar. Maar toch wordt er nu bij de eerste gelegenheid al aandacht voor gevraagd. En ik zou graag van de wethouder willen horen hoe de wethouder daarnaar kijkt. Voorzitter, dan even over het plan van aanpak. Daar staat gelukkig de passage in dat het een kindplein betreft die de leeftijd van 0 tot 12 betreft. En daar hoort dan ook bij peuterspeelzalen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, etc. Maar kijken we naar het rapport waarin de ruimte wordt uitgekristalliseerd, dan zijn er geen meters voor BSO en peuterspeelzaal ingericht. Dat kan een foutje zijn, dat kan een technische reden hebben, maar we zouden graag weten of dat een kleine omissie is of dat daar een adder onder het gras zit. Dus graag daarop antwoord. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de gerelateerde voorzieningen, onderwijsgerelateerde voorzieningen, 100 vierkante meter. Welke voorzieningen worden geacht daarvan gebruik te maken, voorzitter? Dan even over het uitstel. U vraagt ons een besluit te nemen om 2 jaar uit te stellen. Maar u vraagt tegelijkertijd om €200.000 voor een voorbereiding toe te kennen. Maar in het plan van aanpak staat ook een fasering. Keurig netjes uitgewerkt in welke stappen het hele project zou moeten worden aangepakt. En het komt onze fractie over, voorzitter, dat u in het voorstel voor de €200.000 met een beetje voorbereiding geweld doet aan het plan van aanpak wat in het rapport van, ik dacht dat het van Heum, maar dat weet ik niet meer zo, is gemaakt. Dus is daar een discrepantie, is daar inconsistentie of vindt u dat dat volledig met elkaar in lijn is? En daarbij wou ik het laten, voorzitter. Dank u wel. De heer Leubik. Ja, hij doet het. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is al heel wat gezegd. En dan een heleboel dingen zijn al genoemd natuurlijk. Dat is het nadeel als je het laatste bent. Even terug. Natuurlijk is het logisch. Wij hebben nu al vanaf 2011... hebben wij hier allerlei rapporten onder liggen. En de vraag is ook iedere keer, ja, wie doet het waar? Met wie? Even kort door de bocht. Ik hoop dat u daar geen verkeerde gedachten bij krijgt. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar goed, dat was heel kernachtig samengevat. Nou, even verder weer. Maar goed, laten we even goed de zaak op rij zetten. Natuurlijk al veel gezegd. Maar ook wat mij betreft de locatie, de schoolbesturen. Daar heb ik eigenlijk een beetje een... daar heb ik nog geen goed gevoel bij. Ook het CDA als ze zelf niet. Ik kijk even terug naar 2013, dat HEM-rapport. Toen hebben de schoolbestuur namelijk gezegd... locatie is het beste bij de carousel. Dat was 2013. Toen werd er in december 2015 hebben we besloten, we willen dat uitzoeken met die quickscan. En wat schetst onze verbazing, door dat voorstel wat nu voor ons ligt, hebben de schoolbesturen gezegd, en er werd ook al op een subtiele manier werd het aangegeven, dat nu de locatie Coloriet Dennenkamp de meest kanshebbende locatie zou zijn. Je kunt het mooi formuleren, maar hoe lees ik dat? Dus... dat is de ene kant, de locatie. Aan de andere kant, er ligt ook, er worden ons 2 dingen gevraagd natuurlijk, het plan van aanpak. Daar staat wel €200.000 voor. En dat wil je natuurlijk ook goed besteed hebben, anders dan is het jammer van het geld. Een weg terug is er dan volgens ons niet meer. Als je ja zegt hierop, dan ga je niet meer terug, want dan ga je geld verknooien. Daarom heb ik gezegd, welke zekerheid
heeft u als wethouder nu dat de drie bovengenoemde scholen samen ook daadwerkelijk een kindplein West gaan vormen? En waar? En dat is natuurlijk, je mag het ook anders zeggen, is het sluiten van een convenant of een samenwerkingsovereenkomst nog niet een vereiste? Dat we ook meer zekerheid hebben wat er gaat gebeuren. Ik kan me nog herinneren de brief van de MR van de Dennekampschool, die bij voortschrijdend inzicht tot een andere locatie kwam dan het bestuur zelf. Dat zou ik graag willen vermijden. Dus mijn vraag blijft overeind: is er een convenant of een samenwerkingsovereenkomst nou niet aan de orde? Dan, er werd ook al even gezegd, het duurt nog 3 jaar voordat er eens een keer begonnen kan worden. Maar ik ben even bij alle scholen geweest. En aan de ene kant word je daar niet vrolijk van. Als je kijkt naar de toestand van de scholen, er is echt behoorlijk wat achterstallig onderhoud. En ik vraag me dan ook af, wat zijn nou de financiële consequenties van het overbruggen van zo'n periode? Wat is eigenlijk het kostenplaatje? Want dat kan nog wel eens best tegenvallen. Dan drie, de derde punt, dat heb ik nog niet. Ja, we hebben het over verkeersveiligheid gehad en over het verkeersvisie 2030. Dat staat nog in de stapel. Ik heb een aantal vragen over die verkeerscompenserende maatregelen. Die maatregelen die er genoemd staan, dat zijn allemaal beste bedragen. Moeten die nou uitgevoerd worden of hebben we ook nog slimme alternatieven? En aan de andere kant is het, ik heb hier staan, de maatregelen meegenomen in het totale plan van de bouw. Zijn die nou allemaal wel meegenomen? En stemmen wij, als wij voor het raadsvoorstel stemmen, stemmen wij dan ook in met die verkeerscompenserende maatregel, ja of nee? En als derde hierbij heb ik nog, in hoeverre verdraagt zich dat met de ontwerpen verkeersvisie 2030? Gaat elkaar dat niet bijten op sommige punten? Nou, even kijken, wat had ik nog meer? Dat was die 10.000 euro voor een, dat vond ik wel spannend, een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke alternatieve aanwendbaarheid van de Guido de Brij. Kan de BOH dat nu niet zelf? Moet daar nu weer 10.000 euro voor onderzoek komen met een of ander bureautje, weet ik veel? Dat is Leo's gezien, hè? Oké. Nou, daar verbaasde ik me nou echt om. Laat staan een parkeerplaats tegenover het museum, waar ook een aparte schets van een bureau. Dat was even mijn punt. Die 10.000 euro, misschien is er wel iemand op de markt die zich vrijwillig meldt. Volgens mevrouw Lagas, wie weet. Op de markt. Op de markt. Goed. Dat was mijn vraag over die 10.000 euro. En dan even kijken. Ja, we hebben het al over de locatie gehad van de gymzaal. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik heb even uitgerekend wat de capaciteit is van de Coloriet, de Guido de Brij en de Dennekamp. Dat was zo'n beetje 30 uren sport. Dat komt overeen met ongeveer zo'n deel van een sporthal. Is het dan misschien niet verstandiger om die daar bij te bouwen? Is het makkelijker voor de kinderen? Hebt u daaraan gedacht? Dat waren mijn vragen eigenlijk in de eerste termijn. Het woord is aan wethouder Schelen. Die moet sporten al. Dank u wel, voorzitter. Laat ik de vragen zoveel als mogelijk op rij beantwoorden. Allereerst de heer Vuurink. Laat ik beginnen met zijn principiële vraag van: goh, heeft u overwogen om een renovatie 5 jaar te doen in plaats van toch wel een zware nieuwbouw, hè, wat in deze moeilijke tijd natuurlijk een hele investering is. Dat is inderdaad een afweging geweest. Want inderdaad, het gaat om een behoorlijk groot bedrag. En Ommen moet heel goed op haar gelden letten. Voor het college is het toch een afweging geweest dat als het gaat om een 5 jaar renovatie, er behoorlijke bijkomende kosten zijn. De heer Moerman wees er ook al op dat je vrij snel met tijdelijke huisvestingskosten gaat zitten. Maar meer principieel, 5 jaar renovatie betekent dat je goed geld naar kwaad geld brengt.
Want na 5 jaar is natuurlijk de opgave onverkort. En dat betekent dat in de afweging die je dan moet maken, voor ons wel de variant van het kindplein toch overeind is. Maar u heeft ook begrepen dat het college wel heeft gezegd van wij willen dat wel 2 jaar later doen. Om juist ook om een financieel enige lucht te geven. U vroeg ook naar de locatie Coloriet ten opzichte van Guido de Bree. Heeft dat goed gelezen? Het was niet een heel zwaar en een principieel verschil. U gaf terecht aan dat het enigszins in de ruimte zat, en dat is ook zo. En het zat ook enigszins in de sfeer van verkeer en fietsveiligheid. U ziet het ook in de kleurstelling, groen versus oranje. Dat zijn geen zware principiële zaken. Coloriet geeft iets meer, en Dennekamp geeft iets meer ruimte en mogelijkheden. Juist ook voor een inpassing die ook misschien met bewoners makkelijk te doen is. En misschien ook wel extra mogelijkheden geeft voor datgene wat u ook aangaf, om de identiteit ook nadrukkelijk vorm te gieten. Want dat hebben we ook met elkaar van meet af aan afgesproken. De identiteit wordt volkomen geëerbiedigd. En hoe dat zich praktisch gaat vertalen, dat is een kwestie van uitwerking uiteraard. Maar dat dat een belangrijk punt is voor de drie partners, dat spreekt voor zich. De schoolverenigingen hebben inderdaad eertijds aangegeven van goh, een gymzaal als wens. Maar ze hebben ook wel ingezien dat een gymzaal die daarbij gebouwd wordt ten opzichte van alternatief wat later nog vanavond aan de orde komt, wel een extra kostenpost is. En ja, gegeven de moeilijke financiële situatie waren zij wel bereid om te zeggen van nou ja goed, het is voor ons een wens. Hè, als Omme buitengemeen goed in haar slappe was, dan was dat mooi meegenomen. Maar ik prijs de schoolbesturen dat ze hebben aangegeven van nou, realistisch mee te willen denken. Zeggen van nou oké. We kunnen niet alles hebben. Het zou fantastisch zijn als we dat kindplein kunnen realiseren. En dan gaan we iets verderop naar de carousel. Dan wat betreft de communicatie. 2 juni, als het goed is, ik wil dat echt nog een keer nagaan, hebben we het volstrekt, maar dan ook volstrekt netjes parallel verzonden. Dus de brief naar de gemeenteraad en pas daarna hebben wij de bewoners, de schoolbesturen en ook de pers voor de samenleving geïnformeerd. Maar ik wil dat met alle liefde nog even natrekken. Dan de heer Bongers. Ja, ook u gaf aan financiën. Dat is natuurlijk toch een punt van zorg. Het college gaat er wel voor dat dit uitstel geen afstel is. En dat is exact ook de reden wat ons betreft om de procedures te gaan starten. U heeft wat zorgen over de uitvoering. Nou, ik kan in ieder geval daarbij zeggen natuurlijk dat wij goed hebben geluisterd naar de bewoners. Niet voor niets dat wij hen ook tijdig geïnformeerd hebben. En natuurlijk gaan wij hen betrekken bij de verdere uitvoering. Dan de heer Moerman. Nou, u gaf inderdaad al terecht aan waarom het college toch renovatie op korte termijn minder geschikt acht dan dit meer fundamentele plan. Maar inderdaad, het is uitstel en geen afstel. Dan mevrouw Legas. Ja, heel spijtig dat de financiële stukken u later hebben bereikt. We hebben de stukken integraal op tijd voor het weekend verzonden. Dus daar is iets misgegaan. Excuus dat dat dus u niet tijdig heeft bereikt. Wat misschien wel helpt is dat de financiële stukken voor zover ze zijn geleverd, natuurlijk een onderbouwing geven van de hoofdkeuze die we hier hebben, namelijk de locatiekeuze. Want als het gaat om de criteria, het ging niet alleen om de ruimtelijke inpassing en de functionele inpassing, maar ook juist de financiële kant van de zaak. En we hebben die drie op rij gezet. Dus het helpt als het ware in de definitieve keuze voor een locatie. De overige zaken die natuurlijk nog met de bouw van doen hebben, met het bestek en wat iets meer zijn, alle financiële zaken die erbij komen, dat komt nog. En ik heb u goed verstaan als u zegt van goh, betrek ons daar tijdig bij, betrek daar ook de schoolbestuur direct bij en uiteraard betrek er ook de buurt bij en de ouders. Natuurlijk, dat gaan we doen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen ze wel eens. Het feit dat we nu wat meer voorbereidingstijd hebben, kunnen we natuurlijk ook goed benutten en dat zullen we dan ook doen. Dan de heer De Vries. Ja,
Eerlijk gezegd kan ik uw betoog niet helemaal volgen. We hebben eertijds bij de opdracht, zoals de raad die heeft geformuleerd, gezegd van, goh, laten we nu proberen een locatie te vinden. En dat moet wel onderbouwd worden. Naar functioneel ontwerp, naar ruimtelijke inpassing, naar financiën. Dat hebben we gedaan. En we hebben inderdaad daar, zeg maar, diepgaander onderzoek naar laten doen. Dat hebben we niet alleen op het punt van het verkeersonderzoek laten doen, maar ook juist op de functionaliteit. En we hebben ook de financiën nog aangescherpt. En ja, inderdaad, we hebben dat ook, zeg maar, juist op verzoek van de Raad nog eens een keer heel goed bekeken naar de criteria waar langs je kijkt. En die zijn inderdaad, zeg maar, veranderd. En ja, dat leidt inderdaad tot een andere uitkomst. U heeft wel terecht aangegeven van, ja, wat vinden de schoolbesturen dan? He, want die waren eerst voor het carousel, voor de Chevrolet-Houtstraat. Geen misverstand over. Het college had daar ook een voorkeur voor. Er waren inhoudelijk heel veel voordelen voor de Chevrolet-Houtstraat. Wij zagen alleen wel in dat we even in de diepte een verkeersonderzoek moesten doen om te kijken naar de gevolgen voor deze locatie. En dat hebben we door een zeer gerenommeerd bureau laten doen. En ik denk dat het dan wat flauw is om te zeggen van, goh, maar hoe zit het dan over 10 jaar? Dit soort onderzoeken gaan altijd natuurlijk vanuit bestaande tellingen, bestaande verwachtingen en wat je mag, redelijkerwijze mag verwachten. En ja, als er een majeure ontwikkeling is die je nu kunt voorzien, die van invloed is op het verschil van keuze, dan heeft hij gelijk. Maar dat heeft hij dus niet, maar dat maakt niet uit. Want de grote verkeersbeweging die we gaan hebben van Zwolle naar Ommen heeft natuurlijk zeg maar geen negatievere keuze voor de locatie Coleriet-Dennekamp dan voor de Chevrolet-Houtstraat. Met andere woorden, datgene wat u suggereert van, goh, je zou ook rekening moeten houden met zeg maar over 10 jaar, stel dat zo'n ontwikkeling plaatsvindt, dat zou alleen maar de Chevrolet-Houtstraat meer kosten met zich mee laten brengen ten opzichte van de Coleriet. Dan de heer Middelkamp. Ook de heer Middelkamp vraagt om goede betrokkenheid van de buurt. Die zeg ik graag toe. Ja, planschade, ja, dat hoort daar natuurlijk ook bij. Kijk, natuurlijk heb je ook het gesprek met de buurt om te bewerkstelligen dat die planschade er niet of niet nieuwswaardig is. Ik stel vast dat de kavel waar we het over hebben buitengewoon ruim is. Dus ook wel kansen biedt om daar zo goed als mogelijk mee om te gaan. Of dat nou precies leidt tot een functioneel ontwerp van maar één bouwlaag. Nou, dat lijkt me een beetje veel van het goede. Maar dat er kansen zijn om in een goed gesprek goed uit te komen, dat denk ik wel. Want ik stel ook vast, en daar wees de inspreker ook al op, dat er nu al goede contacten zijn met de scholen. Dat ze ook op elkaar zeg maar goed ingespeeld zijn. En nou, dat is natuurlijk waardevol en dat moet je zo enigszins mogelijk ook behouden. Terecht dat u wees op het punt van de ruimte voor het kinderopvang en het BSO. Hoe zit dat? We hebben die ruimte en het ruimtebeslag aangegeven in termen van vierkante meters om de prijs te bepalen. Voor de kinderopvang en het BSO maakt dat ten opzichte van andere locaties, bijvoorbeeld de carousel, niet uit. Waarom niet? Of je bouwt het erbij en dat betekent dat zij als het ware huur betalen, 1-op-1. Of men huurt elders. Dus met andere woorden, voor het financiële verhaal maakt dat niet uit. Zo hebben we hem opgezet, hè, want het was een van de drie criteria. Even kijken. Ja, u wees volstrekt terecht op het punt van het plan van aanpak, dat dat nu wat wringt ten opzichte van de twee uitstel. Daar heeft u natuurlijk gelijk in. Neem niet weg dat het plan van aanpak op zichzelf genomen we wel gaan uitvoeren, alleen in, wat meer gespreid in de tijd. Dat betekent dus dat voor die 2 ton... u uiteindelijk zeg maar een plan gaat krijgen waar vervolgens bestek aannemen mee aan de slag kan. Dan is het op dat punt helemaal klaar. Dus het gaat meer tijd kosten, dat wel. We moeten meer tijd nemen. Maar zeg maar, het plan van aanpak kan dus, maar wel meer gespreid in de tijd, wel zo plaatsvinden. Ten slotte de heer Leuwik. Wie doet het waar met wie? Ja, daar gaat u over. Wat ons betreft gaat dit door op de locatie
En dus de keuze voor het college zou zijn dat we dat doen op de locatie tussen Koleriet en de Dennenkamp. En ja, wij stellen voor, conform datgene wat de schoolbestuur zelf doen, dat we het met drie doen. Ja, u weet, in mijn hart had ik het liever met vier gedaan. Maar goed, het gaat soms zoals het gaat. En dit is ook een heel mooi plan. Dus laten we dat vooral proberen. U wees ook op het punt van die schoolbestuur. Wat is nou de voorkeurslocatie geweest en hoe is dat nou veranderd? U wijst volstrekt terecht op het HEM-rapport van 2013, waar men inderdaad een voorkeur, net zoals het college trouwens had, voor de carousel. Ook in dat rapport, daar wijs ik wel op, was het verhaal van Koleriet Dennenkamp een goede tweede, een goed alternatief. En ook toen hebben we gezegd van, maar dit is een eerste proeven, laten we het goed onderzoeken. Dat hebben we nu gedaan. En ook de schoolbesturen zien wel in dat het verkeerspunt hier heel zwaar weegt. Ja, ook u zegt van goh, plan van aanpak, uitstel, geen afstel. Daar gaat u over. Het college stelt dus nadrukkelijk voor om de procedures wel degelijk te gaan starten. Zodanig dat we in 2019 wel degelijk de schop in de grond kunnen doen. Wat voor zekerheid heb je dan van de schoolbesturen? We hebben uiteraard natuurlijk met de schoolbesturen erover van gedachten gewisseld. En ik stel ook vast dat niet alleen de schoolbesturen, maar ook de MR'en van die scholen, van die schoolbesturen, hebben gezegd, dit willen we met elkaar. Dus uw zorg dat een MR afhaakt, dat was overigens de MR van de Bernardus, niet van de Dennenkamp, maar lijkt me dan minder van toepassing. Maar uiteraard, we gaan nu een proces in met de scholen, met de schoolbesturen en natuurlijk ook met de schoolbevolking. Het is ontzettend belangrijk dat juist de schoolbevolking deze school draagt. Dus, nou, dat lijkt me op zichzelf genomen een waarborg. Dan had u het punt van het achterstallig onderhoud. Ja, het is natuurlijk wel zo dat we wederom weer wat later zijn. En dat betekent wel dat, dat toch weer het nodige van scholen wordt gevraagd. Hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, als het gaat om gewoon onderhoud en renovatie, dan is het wel rekening school. Dat weet men ook. Maar we hebben wel met elkaar gezegd van, natuurlijk willen wij er wel voor zorg dragen dat kinderen veilig in de scholen kunnen doen. Kijk, en als daar items komen, natuurlijk gaan we daar dan over in gesprek. Voor z'n hand zien we dat niet, maar we hebben afgesproken, dat gaan we wel degelijk goed monitoren. Het verkeer heb ik, dacht ik, al beantwoord op één punt. Waar zeggen we dan ja tegen? Wij stellen u voor als college om te gaan voor de locatie Koleriet Dennenkamp. Daar zit integraal een beperkte verkeersmaatregel bij. Die is inbegrepen. Even kijken. 2013 dan. Alternatieve onderzoek. Oh ja, u vroeg zich nog af. De 10.000 euro alternatief onderzoek. Kan dat ook anders worden belegd? Eén ding wil ik nu wel een keer gezegd hebben. Het is wel erg makkelijk als u of het college iets nieuws vraagt om dan direct te zeggen, BOH, doe dat maar. Zo moeten wij niet met ons ambtelijk apparaat omgaan. Wij gaan met ons ambtelijk apparaat om op basis van vastgestelde ideeën, vastgestelde plannen. En als er dus iets nieuws komt, en dit is iets nieuws, dan moet je er met elkaar over hebben van, goh, is dat binnen het afgesproken pakket te doen of niet. Ik stel vast dat de BOH op dat punt Ommen al heel behoorlijk heeft bediend de afgelopen jaren. Maar je kunt niet constant, en ik merk dat toch, ook in de sfeer die eromheen hangt, toch iets te gemakkelijk wordt gezegd van, nou, de BOH moet dat maar doen. Dat kan dus niet zo. Daar wil ik u wel nadrukkelijk als verantwoordelijk wethouder voor houden. En natuurlijk willen wij wel kijken of die 10 mil op een andere wijze en misschien goedkoper kan worden weggezet. Zo neem ik hem wel mee. Ten slotte de gymzaal. Als gezegd, we hebben het erover gehad met de schoolbesturen. En ik wil ze wel prijzen voor hun bescheidenheid op dat punt. Zij zijn bereid om naar de carousel te gaan. In de hoop natuurlijk dat u later deze avond daar een positief signaal op heeft. Tot zover, voorzitter. Wie wenst de tweede termijn? De heer Veuring. Zo, ja, ik wist niet dat het twee keer moet. Hè? Stom kraaitje. Ik had de vraag gesteld over 2019 en impliciet aan een ander gaf u wel ongeveer het antwoord waar ik om vroeg.
Maar als het plan van aanpak waar we het over spreken en de eerstvolgende raadsvergadering wordt geaccordeerd, gaat dan in 2019 daadwerkelijk de schop in de grond? Heel concreet, dat is een belangrijke. Waarom is dat belangrijk? Dat heeft te maken met het punt wat de heer Leuwik al aangaf. De staat van onderhoud van huidige scholen. En het raakt wel degelijk hier en daar aan veiligheid, weet ik. Dus dan moet daar iets gewoon gebeuren. Op het moment dat die garantie nu niet gegeven kan worden. Vandaar dat het belangrijk is. Ander puntje, ook onze fractie heeft wel degelijk de financiële onderbouwing in de memo afgelopen maandag pas ontvangen, niet voor het weekend. Dank. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Het sluit een beetje aan wat de heer Leurbeek in eerste termijn al vroeg. Het is natuurlijk wel een vreemde situatie dat je door middel van een locatiekeuze eigenlijk een point of no return gaat bereiken. Want je steekt er eventjes ruim 2 ton in. Terwijl het toch maar de vraag is of we in 2019 het geld hebben. We zitten dan ook in een nieuwe raadsperiode. Welke zekerheid hebben we, en daar refereerde collega Furink ook al naar. Ondertussen moet er natuurlijk wel iets gebeuren met de gebouwen. En de vraag is, wat is dan het beste? Dus wij zouden daar toch graag... Wij zijn nog niet helemaal overtuigd om dit pad te bewandelen. De wethouder maakt het toch een politiek statement. Te zeggen van, ja, je kunt niet altijd van de BOH verwachten dat ze... Als het om iets vraagt, dat ze daarop anticiperen of daarop inspringen. Ja, ik denk dat je ook best van een bestuursdienst mag verwachten dat er wat flexibiliteit in zo'n organisatie zit. En dan is het te makkelijk om te zeggen, ja, nieuwe dingen doen we niet. Dus als we toch politieke stemmen maken, dan denk ik, daar mogen we nog maar eens heel intensief over praten. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Lagas. Voorzitter, ik sluit eerst even bij de laatste opmerking aan van de heer Bongers. Nieuwe dingen doen we niet. Ik kan me toch niet voorstellen dat... de zaken die nu benoemd worden, nu in één keer pas tevoorschijn komen. Dat zijn toch dingen die al eerder meegespeeld hebben in de keuzes die we gemaakt hebben. En daar heb ik nog een aanvullende vraag naar aanleiding van de eerste termijn. We hebben, dat merkte ik ook al in de bijdrage van andere partijen, er zijn nogal wat rapporten op ons afgekomen de laatste tijd. Als we nou toch eens gaan bundelen, waar hebben we het nou over gehad? Wat is er nou gewijzigd? Hè? Want het gaat al over die locatiekeuze. Ik heb ook bij het lezen van het plan van aanpak en bij het raadsvoorstel... heb ik ook wel eens gedacht, wat kom ik nou voor nieuws tegen, behalve die locatie? Dat heeft natuurlijk ook allemaal weer, dat heeft allemaal kosten met zich meegebracht. Wat heeft dat nou gebracht, al die verschillende onderzoeken? Want volgens mij zijn we al aan rapport nummer 4, als ik de tel een beetje bij kunnen houden. Dan ten aanzien van het aanleveren van de stukken. U heeft zelf een mail gekregen. En ik lees hem hier voor. 13 juni, 17:04. Op de commissieagenda van 16 juni staat het agendapunt huisvesting basisonderwijs Kindplein West-Ommen. In het raadsvoorstel wordt verwezen naar een memo in zaken alternatieven en een financieel overzicht. Per abuis zijn deze stukken niet toegevoegd in Notubox. De stukken zijn inmiddels toegevoegd en treft u hierbij aan. Excuus voor het ongemak. Maandagmiddag... 4:05. Dus niet vrijdag. Wij niet gezien. En ik heb het van meerdere begrepen. Het is geen verwijt. Het gaat mij er alleen om. Het zijn stukken van 30 april. Waar het mij om gaat, is op het moment dat je praat over locatiekeuzes. En u stuurt ons zo laat nog stukken toe over een memo van alternatieven. En u stuurt stukken toe rondom financiële onderbouwing. En het staat niet, dat is niet wat op de agenda staat. Dan schept dat onnodige verwarring en terughoudendheid in de besluitvorming van dit proces. En daaraan toevoegend, u heeft in het plan van aanpak een flink aantal onzekerheden staan. Die worden zelfs regelmatig genoemd. Dit is nog onzeker, dat is nog onzeker, dat is nog onzeker. En dan suggereert de memo en de financiële onderbouwing alsof dat allemaal is opgevangen. Dan denk ik van nou, dat spreekt elkaar wel een beetje tegen. Maar ik zeg er meteen bij, dat is voor mij ook een quickscan geweest. Waardoor je in het voorbereiden van een dergelijk belangrijk stuk waar we nu staan, toch wat ongemakkelijk voorbereid deze vergadering ingaan. Dus dat was even nog de punt van kritiek die ik nog wel graag even mee wil geven. En ik heb niet met mijn fractiegenoten over gehad, maar ik was wel nou over die overeenkomst of convenant, ja, of wat dan ook. Ik hoorde jou ja zeggen, dus ik durf hem ook te stellen nu. Ik denk dat we voordat nog maar 1 stuiver uit gaan geven, dat we dat voor elkaar moeten hebben. En als die schoolbesturen er zo serieus zijn, dan denk ik dat we voordat we ook maar 1 stuiver nog uit gaan geven, dat convenant gewoon getekend moet worden. En dat terugtrekken daaruit financiële consequenties heeft voor die schoolbesturen.
Ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is. Want anders dan snijden we ons misschien wel in de vingers met het hele verhaal. Als het een beetje tegenvalt in plan van aanpak of aanmelding van kindertjes of wat voor andere bubbels die we nog in de weg tegen kunnen gaan komen. En het is overigens hier wel een rooststraat, meneer de wethouder. De heer De Vries Robles. En als we het nu over die Chevalier-Roostraat hebben. Ik heb proberen te betogen, meneer de wethouder, dat als je gaat kijken naar de nieuwe situatie over een x-aantal jaren rondom de verkeerssituatie rondom de Chevalier-Roostraat, dat daar een telling uitkomt die significant anders is dan de 7000 die nu in dit rapport staan. En dat is het argument. Want dit rapport maakt zijn locatiekeuze voornamelijk op argumenten dat de Chevalier-Roostraat heringericht moet worden, veiliger moet worden. Er staat ergens in dat kinderen die straat over moeten steken, dat dat gevaarlijk is. Alsof je, als je naar de sporthal gaat, die straat niet ook moet oversteken. Ik begrijp dat soort argumenten eerlijk gezegd niet. En dat was mijn argument. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u. Voorzitter, allereerst de woorden van mevrouw Lagas over de stukken waren woorden naar ons hart. Dus daar sluiten we ons graag bij aan. Dan hebben we een vraag over de gymzaal. En als inleiding daarop willen wij onze steun die we kregen van de zijde van het CDA om alsnog een kindplein te onderzoeken, of alsnog een gymzaal te onderzoeken in het kindplein, dat we die steun zeer gewaardeerd hebben. Een klein halfjaartje geleden heeft de VOV-fractie daar een amendement voor ingediend. Laten we het houden op voortschrijdend inzicht en laten we kijken of we bij de raadsbehandeling van dit onderwerp gezamenlijk alsnog dat amendement kunnen indienen. Waarvoor het CDA van harte wordt uitgenodigd, voorzitter. En dan het punt, de gymzaal. Wij zouden graag voor de behandeling van deze notitie in de raadsvergadering een calculatie willen zien waarin, en dan maak ik toch helaas even een bruggetje naar het onderwerp van de sporthal met drie zalen, waarin we een calculatie zien van een sporthal met twee zalen en een sporthal die integraal onderdeel is van het kindplein. Want u geeft zojuist in de eerste termijn, voorzitter, wel aan dat, althans de wethouder geeft dat aan, dat de schoolbesturen alle ideeën hadden bij de financiële toestand van Ommen. Maar we gaan straks, als we het hebben over die sporthal, een kleine 3 miljoen verstrekken voor de bouw daarvan. Als we dat geld wel hebben, dan is het zaak om ook even onderzocht te hebben wat de financiële verschillen zijn tussen enerzijds een sporthal van 3 met alle oversteekbewegingen en overlasten van dien. Zojuist in de pauze of in de schorsing heb ik nog even een bestuursvoorzitter die hier toen aanwezig was gevraagd over dit onderwerp. En natuurlijk is het zo dat als je echt vrij kan kiezen, dat het dan zo is dat je heel graag die sporthal binnen je eigen muren zou willen hebben. Dat scheelt een heleboel gedoe. Kort en goed, voorzitter, graag een calculatie van een sporthal met 3 zalen als die zou gebouwd gaan worden. En een sporthal met 2 zalen en een geïntegreerde gymzaal, sportzaal in het Kindplein West. Voorzitter, dank u wel. De heer Leubeek. Ja, graag sluit ik me bij de vorige spreker even aan. Dat vind ik wel een hele goede suggestie. Ik wil ook graag met mevrouw Lagas meegaan dat het CDA toch wel waarde hecht dat er van tevoren duidelijke afspraken liggen. En het liefst ook zwart op wit. Wie gaat met wie waar? Dank u. Wethouder Schelen. Ja, dank u wel. Allereerst naar de heer Veurink. Ja, 2019 is dat een haalbare kaart. Als u... kunt meegaan met de voorgenomen locatie, dan kunnen we die processen in gang gaan zetten. En dan is 2019 inderdaad mogelijkheid om de schop in de grond te zetten. En ik ben het overigens met u eens dat we ook niet langer moeten wachten, gelet op de staat van de scholen die het betreft. De financiële onderbouwing. Ja, de stukken. Als gezegd, het college heeft de stukken integraal het weekend aangeleverd, dus daar is iets misgegaan. En ik zoek wel even uit hoe dat gegaan is. En ja, het spijt mij zeer dat dat dus u later heeft bereikt. Maar nogmaals, het is dus niet de financiële onderbouwing van het gele bouwplan. Het is meer een financiële onderbouwing om te laten zien dat deze locatie beter is dan de andere. Het helpt mee in die keuze.
Dan de heer Bongers. Ja, ik snap uw punt ook, zeg maar, van goh, de twijfel van goh, het is een zware investering. Het is overigens wel zo dat, zeg maar, de kosten voor het kindplein in de huidige meerjarenbegroting zijn opgenomen. Dus we moeten zeker ook in verband van de kadernota kijken naar het geheel. Hè, en kijken van, goh, is dat nog steeds op orde? Ik denk dat dat het moment is dat we met elkaar kunnen zeggen van, goh, kunnen dat, zeg maar, is het verantwoord om te doen? Voor Hans, hè, als zeg maar, we de kadernota, in ieder geval het bedrag wat daarvoor nodig is, kunnen we dat halen, hè, dan is het zeker verantwoord. Ja, het punt van BOH, ik wil wel graag goed geciteerd worden. Ik heb nadrukkelijk gezegd dat mijn beeld was, en dat wordt ook wel door de praktijk gestaafd, dat de BOH de afgelopen jaren juist zeer flexibel is geweest. Maar ik vind ook, en dat we, daar wil ik u wel op wijzen, dat natuurlijk niet constant die flexibiliteit kan uitnutten. Je kan niet steeds zeggen, als er iets nieuws is, van nou, doe dat er maar even bij. En dan naar mevrouw Lagasse toe. Jazeker, de Guido de Bres was een nieuw feit. Want we wisten nog niet wat we zouden gaan doen met zeg maar, een eventuele herbestemming van de Guido de Bres. Sterker nog, we hadden juist bedacht, eertijds, om de Guido de Bres te slopen en daar zeg maar, voorshands geen bestemming aan te geven. We hadden in de meerjarencijfers er zelfs rekening mee gehouden dat er een afwaardering was en de afwaardering naar groenwaarde. He, dus dit is inderdaad echt iets nieuws. En misschien ook kansrijk. Dus laten we dat vooral met elkaar ook doen. Nou, we hebben het over gehad over het financiële stuk. En nogmaals, excuus voor de verwarring. Convenant. Ik denk dat het voor de schoolbestuur geen enkel probleem hoeft te zijn. Ik heb u al aangegeven dat de schoolbesturen zelf hebben aangegeven dat ze dit willen. Dat de MR er ook achter staan. Dus ik denk dat we juist een proces met elkaar ook ingaan. Niet alleen gemeente en schoolbestuur, maar juist ook de schoolbevolking. Dus dat lijkt me op zichzelf helemaal geen probleem. En als gezegd, de procesgang is pas vanaf 1 januari 2017. Hè. Eerst moeten we natuurlijk heel goed, zeg maar, in kadernotenverband het geheel bezien. Is het inderdaad, is het mogelijk, hè? Vraag van de heer Bongers. Dan de begroting, hè, om dat vast te tikken. En dan hebben we een procedure van 2 jaren, 2017, 2018 te gaan, om dit gewoon goed voor te bereiden. En dan kan inderdaad in 2019 de schop in de grond. De heer de Vries Robes verduidelijkte nog zijn punt van de Schevelen-Rouwstraat. Ik blijf dat een afschuwelijke naam vinden, maar goed. Dank in ieder geval voor uw toelichting. De heer Middelkamp wees ook op het punt van de convenant. Gymzaal. Vroeg ook trouwens de heer Leuk op. Ja, wat ik natuurlijk kan doen, want ik begrijp dat u dat voor uw besluitvorming nodig hebt, een ruwe berekening maken. Hè. Dat gaat niet helemaal achter de komma. Maar ik kan u wel laten zien wat het verschil is tussen een sporthal met 3 zaaldelen en een sporthal met 2 zaaldelen en een aparte gymzaal geïntegreerd in de kindplein. Daar kunnen wij aan de hand van de normatieve berekening wel een berekening op loslaten. En ik ga zorgen dat u dat krijgt. Ik hoop dat u dat niet erg vindt, dat dat niet precies in de tijd is die er normaal gesproken voor staat. Want dan zouden wij hem al volgende week moeten leveren. Dus geef ons daar wel enige ruimte in. Maar ik zorg ervoor dat hij in ieder geval, zeg maar, in de week, hè, dus als de donderdag we de bespreking hebben, dat we zo uiterlijk dinsdag, zeg maar, het u gaan aanleveren. Voorzitter, ik denk dat dat de tweede termijn was. Dan is daarmee dit agendapunt voldoende behandeld en u kunt dat meenemen volgende week donderdag 23 juni bij uw beschouwingen over de kadernota. En dan nu het onderwerp 1 of 2 sportzalen. Hier zijn 3 delen. Wie wenst daarover het woord? Alle fracties. De heer Leuwink, dan bent u deze keer niet als laatste aan de beurt. Dank u wel, voorzitter. Laatste heeft ook soms voordelen. Ja, even de sporthal. We hebben het hier net al zo over gehad. Het was natuurlijk ook een beetje logisch dat dat wel zou komen. Maar goed, één ding wat ik in het onderzoek las, en dat vond ik wel heel... Ik heb het hier op zijn klip onklaar. Ik hoop dat u dat begrijpt.
Dan is er, er is een tekort aan sporturen. En ik heb het even goed bestudeerd. Maar wat ik nou jammer vond, ik heb echt goed naar gekeken. Ik ben er even met de fiets langs gegaan. Ik denk, waar komt dat ding nou? Tussen de vijver en de sporthal. Dus zo, hij komt er gelukkig niet in. Maar ik wou wel graag weten waar die nou precies kwam. Tussen de sporthal en de vijver. Ik heb de speelweeklocatie heb ik in gedachten. Of daarnaast. En dan komen we met de oude vuilnisbelt in aanraking. My favorite thema hier. Maar dat, ik mis gewoon een situatieschets. Dat vind ik jammer. Dan hebben we, ik heb ook nog een aantal vragen die ik graag zou willen stellen. Wat zijn de kosten met betrekking tot het aanpassen van de infrastructuur rondom de mogelijke parkeerdruk die ontstaat? En zijn die dan ook verwerkt in het totale kostenplaatje? We hebben het ook al net even over gehad. Tweede vraag. Ik heb gehoord dat er ergens een verkennend bodemonderzoek al is opgestart. Wat zijn daarvan de kosten van de eventueel noodzakelijke grondsanering die niet of die verwerkt zijn in het totale kostenplaatje? Dat kan nog misschien wel eens in de papier lopen. 3. Is er ook overleg geweest met de betrokken schoolbesturen over de locatie van de nieuwe sporthal? En zo ja, wat was hun standpunt daarin? En 4, ik heb nog zomaar weer geformuleerd. Zijn er naast de 2 in het voorstel genoemde mogelijkheden nog andere alternatieven? Dat waren mijn vragen. Dank u. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u. Voorzitter, tijdens de renovatie, de vernieuwbouw van het Vechtouwcollege en de rondgang daar en het beschouwen van die maquette viel eigenlijk maar één ding op, los van het feit dat het heel mooi en ruim zou zijn en toekomstbestendig. En dat is het gebrek aan gymzalenruimte. En we hebben dat toen uitvoerig al daar besproken. En er was geen geld voor. We moesten roeien met de riemen die we hadden. Nou zijn we er sindsdien niet heel veel rooskleuriger voor gaan staan, financieel gezien, als gemeente Ommen. En nu ineens komt er een voorstel om toch 3 miljoen te forneren om een sporthal te bouwen. Voorzitter, waar komt dit voorstel zo ineens vandaan? En waarom en waren het niet beter geweest als we dat ten tijde van de uitbouw van het Vechtouwcollege hadden opgepakt? Daar waren we op z'n zacht gezegd enigszins over verbaasd, voorzitter. En tot slot, ik wil het graag opnemen voor meneer Satter. Meneer Satter heeft niet kunnen inspreken vandaag. Hij heeft ons via mail allen zijn vragen bekendgemaakt. En ik zou het heel erg waarderen als het college in zou gaan op zijn vragen. En daarmee hebben we meteen een paar vragen die wij anders ook hadden willen stellen te pakken. Dus als u, en ik zie u knikken, dan stop ik met de vraagstelling. En dan verwacht ik graag dat de heer Satter en dus ook wij uw antwoorden zo dadelijk mogen horen. Voorzitter, dank u wel. De heer De Vries Robles. Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat in de calculatie van de uren die nodig zijn voor voorzieningen voor het sportonderwijs er inderdaad een tekort is aan ruimte. De vraag is echter, moet je dat op deze manier realiseren of zijn er ook alternatieve methoden? En eerlijk gezegd bevreemdt het mij dat we, als we het over sportonderwijs voor scholen hebben, dat we dat dan eigenlijk alleen maar oplossen door te kijken naar de huidige invulling op een school. We hebben een prachtig sportpark liggen. Is dat niet bruikbaar voor bewegingsonderwijs? Bewegingsonderwijs hoeft zich in mijn ogen helemaal niet altijd binnen onder een dak af te spelen. Met andere woorden, als je kijkt naar de invulling van bewegingsonderwijs op scholen, zijn er dan ook niet alternatieve plannen uit te werken die mogelijk tot een andere capaciteitsbehoefte voor sporthallen leiden? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verbazingwekkend vind dat we die vraag niet eens opgeroepen hebben. En dat betekent feitelijk dat we de vraag kunnen stellen, capaciteit voor sportbewegingsonderwijs moet er natuurlijk voldoende zijn. Maar is het huidige rapport dan een invulling van alle mogelijkheden die we onder ogen kunnen zien? En ik moet eerlijk zeggen, een budget van 3 miljoen voor sporthal, dat is echt veel geld.
Ja, ik was in de veronderstelling dat het nog wat kwam, maar goed van. Mevrouw Schunselaar. Dus toch. Dank u wel, voorzitter. Ik heb het toch al een iets meer woorden voor voorgestelde investering. Omdat het natuurlijk een heel belangrijk iets is en omdat het natuurlijk ook met heel veel geld gepaard gaat. Ik ga eerst even naar het perspectief bewegingsonderwijs, het rapport. Ik heb een vraag hierover, over de interne en de externe accommodaties. Die staan op pagina 1. Ik zou graag willen weten hoe deze op dit moment worden ingevuld voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Ik kom later wel terug waarom ik dat wil. Dan ga ik naar het normatief kader. Daar constateer ik dat er verschil is in de gemeentelijke verordening ten opzichte van de bronbestanden. Die zegt 40 uur voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. En in tegenstelling tot wat het eigenlijk zou moeten zijn, 26 uur voor primair onderwijs en 40 uur voor voortgezet onderwijs. Verder lees ik daar iets over breedtesport. Voor breedtesport is geen wettelijke grondslag voor het bouwen van een sporthal. En is een afgeleide van hetgeen beschikbaar is, volgens mij. Ik hoor graag van de wethouder of hij daarmee eens is. Dan gaan we naar het normatief saldo. Als ik dat goed lees, dan staat hierin dat we een tekort hebben van 2 zaaldelen. Maar waarom dan toch 3 zaaldelen? Dat zal later wel weer terugkomen, maar ik wil toch die vraag hier gesteld hebben. Dan gaan we naar het feitelijk saldo, dat is punt 4. Hier wordt gesproken over de circa 3 zaaldelen als de overcapaciteit in de buurtschap buiten beschouwing wordt gelaten. Maar die kun je toch niet buiten beschouwing laten? Als je daar overcapaciteit hebt, ik pak gewoon wat ik hier lees, dan moet je die toch meenemen. En anders wil ik dan graag weten wat die overcapaciteit is in die buurtschappen. Waarom kunnen de geplande scholen, die dus nu naar de carousel gaan, de Maat gaan en de Laarakkers gaan, niet straks daar weer naartoe gaan? Het is eventjes simpel gedacht. De scholen worden wel verplaatst, maar er verandert toch niets aan de huidige sportmogelijkheden. En dat is vandaag al eerder gezegd, waarom niet uitgegaan van een gymzaal bij de nieuwe Kindplein? Maar goed, daar zullen we een antwoord op krijgen en een berekening. Nou, dan ga ik naar punt 5, de ontwikkeling. Ja, werkelijk, ik heb hier met verbazing naar gekeken. Hier staat dus, de afstand naar de slagen zou meer dan 2 kilometer bedragen. Nou, ik heb het een paar keer bekeken en gereden en gedacht. Nou, of ik heb iets niet goed of het klopt niet, maar het is geen 2 kilometer. Dus wat is dan mis met die afstand van 2 kilometer? En daarnaast, dan staat er de verkeersveiligheid. Daar staat iets over in, maar dat kan ik gewoon niet rijmen. Want we hebben hier te maken met leerlingen van het voortgezet onderwijs. Die elke dag in het verkeer zitten. En ook nog wel vaak 's avonds. Dus ik vind dit eigenlijk een opmerking, verkeersveiligheid. We hebben het over middelbare scholen. Ja, precies. Of van om en naar... naar Zwolle. Waar is de hier gehanteerde norm juridisch op gebaseerd? En dan praat het over wettelijk verwijs, afstand, verkeersveiligheid. Ik heb het opgezocht, kan het niet vinden, maar ik zal me niet goed hebben gekeken. Dus wel meer behoefte. Er kan, oh ja, over de breedtesport, er kan best meer behoefte zijn aan meer capaciteit voor de breedtesport. Maar het is heel simpel. Dat zeggen we thuis ook. Wat er niet is, dat kan niet. Ik bedoel, als die capaciteit er nu niet is, dan is die er niet. Wij moeten op het ogenblik daar heel verstandig mee omgaan. Met de mogelijkheden en ook met de onmogelijkheden. Dan hebben we het over gehad, hebben we vanavond ook al de inspreek over gehoord, over de meer klokuren. Dat zou op termijn kunnen ontstaan. Dat je dus minstens 3 uur nodig hebt aan bewegingsonderwijs. Dat wordt nu niet meegenomen, vind ik ook verstandig,
Maar mijn vraag is wel, wanneer er meer zekerheid, wat zijn de consequenties daarvan dan? Dus, dan over de scenario's, dat is 7, dat hebben we dus eigenlijk zijn twee scenario's uitgewerkt. Het Vechtalcollege is A en een carousel, dat is B. Vanavond ook al eerder gezegd, dat heeft de VOV gezegd, waarom destijds niet bij de bouw van het Vechtalcollege gezorgd voor nog een gymzaal? Daar is voldoende ruimte. En waarom ook, en dat is heeft de D66 gezegd, waarom gaan we niet buiten sporten? Niks mis mee. Ik weet wel dat het niet in de winter kan. Althans, doorgaans niet, laat ik zo zeggen. Ik heb ook in het Engelse werk moeten sporten op zaterdagmorgen. Maar dat was vroeger. Daar wil ik het niet over hebben. Wat zegt u? Dit was echt vroeger. Maar ik bedoel eigenlijk, laten we dus een beetje creatiever gaan bekijken. Is out of the box, ik heb die termen vaker uitgebracht, maar out of the box gaan denken. Dus waarom niet bij, waarom wordt er steeds uitgegaan van de uitbreiding bij de carousel? Waarom ook geen gebruik maken van de avonduren bij en in het Vechtalcollege? Ik lees wel, ja, dat willen ze niet, maar ik denk de wethouder kennende, een goed gesprek komt in heel eind. Althans, ga even. Dan gaan we naar die bijgebouwen bij de carousel. De heer Lubbeck zei het ook al. Ik zou ook niet weten waar het is. Want ik wil niet in de vijven en ik wil niet op de mesbult. Dus ik weet niet waar het is. Het verbaast me wel, want we moeten hier wel een besluit over nemen. Want als het op een locatie komt die toch nog wel wat gevolgen heeft, sanering of wat dan ook, dan heb je financiële gevolgen. Zie ik nergens terug. Parkeerplekken, precies hetzelfde. Parkeerplekken, nou, we kunnen nu wel zeggen het is niet nodig, maar het is straks gewoon nodig. Ga ik vanuit. Maar ook hier zijn kosten mee. Daar zou ik graag meer inzicht over willen hebben. Nou, de breedtesport heb ik al iets over gezegd. Moeten we ook bouwen voor toekomstige ontwikkelingen, zoals verhuur bij de schoolse opvang en de gevolgen van een continu rooster? En wat zijn dan de financiële, wat is de financiële zekerheid hierin dan? Een andere vraag is nog, welke locaties worden er nu gebruikt door buitenschoolse opvang of buitenschoolse activiteiten? Om welke uur? We moeten flexibel, meer flexibel worden en niet star blijven denken. Dan kom ik bij punt 8, de voorkeursscenario's. Nou, de VVD is nog niet zover. De risico's zijn nog op het ogenblik te groot en nog onzeker. En ja, ik heb het eerder gezegd, de financiële situatie in Ommen laat dit nu direct nog niet toe. Ik zou graag eerst, de VVD-fractie zou eerst graag een beeld willen hebben van de extra kosten. En dat staat bij de paragraaf risico's 1, 4, 5 en 6. En ik ben ook een beetje verbaasd over het tijdsscenario. Want wij moeten nu al, nou, het rapport is volgens mij geschreven dat er uitgegaan wordt van een jaar door de raad. Maar voor de VVD-fractie zijn er te veel open vragen waar we graag eerst een antwoord op willen hebben. Dan ga ik even naar het raadsvoorstel, want dat zal er ook aankomen. U schrijft letterlijk, u verwacht een sporthal nodig te hebben met 3 zaaldelen. Ja, als ik iets verwacht, ja, dat kan wel. Maar dat is nog niet zeker dat ik het krijg. Ja, als ik een kind verwacht, dan krijg ik het. Ik ben Harry op pad geweest. Jouw schuld, Harry. Waar is de bezem? Het wordt wat later, er zijn wat concentratieproblemen. Vervolg uw vraagstelling. Maar op onzekerheden, voorzitter, daar kunnen wij niet op investeren. Dat kan niet en dat mag ook niet. Want die kosten, zoals ze nu vermeld staan, is €2.995.000. Exclusief aanpassing omgeving, waarvan ik verwacht dat die komt, en al die andere bijkomende kosten. En tot slot, het is ook al eerder gezegd, laten we creatief zijn. Laten we kijken, ik noem een paar dingen. Laten we eens kijken naar de theaterzaal van de carousel.
Ja, we schrikken allemaal, maar het zou best kunnen dat we dat kunnen gebruiken. Dat die tribune kan verschoven worden, het net ophangen en dan kunnen de kleine kinderen kunnen daar hun bewegingsonderwijs doen. Het is maar een idee. Blaashal zou ook nog kunnen. En dan gewoon creatief zijn ten opzichte van ten aanzien van die huidige bezetting, van de huidige gymzalen en de huidige sportvoorzieningen. En tot slot een vraag. Bij wie ligt de wettelijke verantwoordelijkheid voor het voorzien in sportaccommodaties? Ligt dat nu bij het schoolbestuur of bij de gemeente? Ik pak dan even de brief die we gekregen hebben. En het is mij niet helder. Ik wil het hier even weer laten. Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Een aantal vragen zijn al naar orde geweest. Voorzitter, het vorige agendapunt was het kindplein. Een heel belangrijk punt. Dat gaan we nu uitstellen 2 jaar. Het volgende agendapunt is bewegingsonderwijs, gymlokalen. Dus 2,9 miljoen en nog wat. Dat moet nu gebeuren. Die volgorde, nou alleen dat al, ik heb daar wat moeite mee. Voorzitter, de brief van de heer Satter is aan de orde geweest. Dezelfde vraag hebben wij. Wat betreft inderdaad die notitie perspectief bewegingsonderwijs, ja, dat kunnen we inderdaad helemaal volgen. Het aantal klokuren zal waarschijnlijk vermeerderen. Door de veranderende roosters krijg je meer druk op minder uren. Wat betreft het bewegingsonderwijs, waarom gaan ze niet buiten sporten? Nou, ik kan u geruststellen, dat doen ze al. Alleen in de wintermaanden wordt er binnen gesport. Ik had de ervaring met het vechtalcollege, ook bij de Kodriet en ook bij de Tennenkamp, kregen kinderen gewoon buitensport. Alleen als het stroomt van de regen of als het in de winter koud is, dan gaan ze naar binnen. Dus het is inderdaad maar voor een paar maanden. Dat is nog een reden om je vraagtekens te bestellen bij deze uitbreiding van een aantal zaaldelen. Dus de kinderen die sporten al buiten, er wordt heen en weer gefietst naar het sportpark. Wat betreft inderdaad die locatie voor een aparte gymzaal bij het kindplein. Ja, dat kan ik me ook als leek inderdaad bedenken dat het duurder is in plaats van 3. Maar hoeveel duurder, die vraag wordt ook al gesteld, dat wil ik wel graag weten. Andere vraag is ook aan de orde geweest. Waarom is het destijds bij de vernieuwbouw van het Vechtalcollege niet gekozen om daar inderdaad een inpandige gymzaal te creëren? Wat dat betreft zijn de vragen. En waar gaat het nu eigenlijk om? Het gaat volgens mij, waar de clue zit, is inderdaad in de daguren. En dan gaat het vooral om leerlingen van het Vechtalcollege. Dan gaat het vooral om de wintermaanden. En wat wij dan horen, is dat de carousel, de sporthal, regelmatig leeg staat. Maar dat het Vechtalcollege zegt, ja, in verband met roostertechnische redenen, kunnen wij dit niet helemaal inplannen. Dus het is geen kwestie van ruimtegebrek, maar het is ook een kwestie van roostertechnische redenen. Nou, dat willen we dan heel graag eerst even naar de onderzocht hebben, in hoeverre dat zo is. Voorzitter, dit waren de vragen. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hebben wel wat vragen en bedenkingen. Laten we eens beginnen bij het financiële aspect en de risico's. Er worden een aantal risico's benoemd. Maar verder niet gekwantificeerd. Er wordt heel makkelijk overheen gefietst. Nou, dat komt met beheersmaatregelen, komt dat wel goed. Een van de risico's die wij signaleren is dat er wordt gezegd van, ja, de carousel wil mogelijk wel meer uren afnemen of kan daar wel capaciteitsinvulling aan geven. Ja, mogelijk. Dat klinkt allemaal heel mooi en heel naar het antwoord toewerkend. Maar welk risico zit er? En op het moment dat ze het niet doen, verplichten zij zich om die afname te doen, ook financieel. Het gaat wel om een investering van bijna 3 miljoen euro. Dus dat betekent dat je die risico's, alle risico's, toch degelijk moet onderzoeken, ook op de financiële kant. En niet afdoen van, ja, dat komt dan met beheersmaatregelen, dan komt het wel goed. Nou ja, out of the box denken, heeft mevrouw Schunselaar al gesuggereerd. Nou, wij willen toch een aantal suggesties doen. Allereerst denken wij dat het bewegingsonderwijs zich niet alleen hoeft te beperken tot het binnen een hal sporten. Terecht wat mijn collega hiernaast ook al zegt, van ja, buiten kan er ook heel veel gebeuren. En wij denken dat het zwemmen een prima bewegingsactiviteit is. En dat kan op 2 manieren. We hebben een prachtig buitenbad. Mooi weer, licht prachtig. En we hebben een prachtig binnenbad. Die zou je ook kunnen benutten als een onderdeel van je bewegingsonderwijs. Dus out of the box denken.
Een andere optie is natuurlijk van ja, we zijn bezig met het Kimplein, ook een gigantische investering. Ja, dan kom je toch in het verhaal van ja, moeten we dan niet elders één gymzaal uitbreiden of toevoegen, zodat misschien ook andere scholen daar wat meer profijt van hebben. Wij willen een integraal plan zien. En niet alleen een separaat Kimplein en separaat een bewegingsonderwijs investering. Nee, bekijk dat nou eens in zijn totaliteit en misschien valt daar weer winsten uit te behalen. Ten meer omdat ook een van de risico's die toch ook benoemd moet worden, zijn de demografische ontwikkelingen. We weten met z'n allen dat relatief gezien en ook in absolute zin uiteindelijk de jeugd afneemt. En ik denk dat we bij dit soort investeringen dat fenomeen niet moeten wegpoetsen. Dus laten we daar eens met z'n allen heel creatief mee omgaan. En wat mevrouw Schunsel ook aangaf, misschien moeten we ergens een tijdelijke oplossing, wel een fatsoenlijke, maar een tijdelijke oplossing, mag wat ons betreft, is in ieder geval bespreekbaar. Ja, per saldo komen wij dus wel in de fase, gezien de algehele situatie, financiële situatie van de gemeente Ommen, dat wij toch vragen om dit eens heel goed te heroverwegen voordat wij hier een klap op de hamer geven. Dat was het voorlopig, voorzitter. Een klap met de hamer of een klap op de hamer? Het is wat laat op de avond, voorzitter. Dank u wel. De heer Veuring. De vragen zijn gesteld. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende vragen gesteld. Laat ik ze maar eens proberen systematisch te beantwoorden. Ik zal eerst iets over de oorzaken vertellen, dus de leerlingenaantalstijging en dus ook waarom dit in één keer zo oppopt, hè? Ook in relatie tot Vechtdal, ook in relatie tot Kindplein trouwens. Hoe zit het nou eigenlijk met de plichten, de wettelijke plichten? Dan natuurlijk het verhaal van de slagen, de kilometers in relatie tot van 3 of 2. Vechtdal-locatie zal ik ook op ingaan. Maar natuurlijk ook het verhaal van de exploitatie, ook naar aanleiding van de opmerking van de heer Satter. Die trouwens ook een paar vragen had over de gevolgde procedure, dat zal ik ook even meenemen. En ja, last but not least natuurlijk de creativiteit, van wat zijn de mogelijkheden te daar. Goed, laat ik beginnen met de aanleiding. En de aanleiding is niet het Kindplein. Want basisonderwijs in Ommen is ongeveer stabiel. De aanleiding is heel simpel, het Vechtdal College. En dan zou je zeggen van, goh, maar dan is het toch logisch dat je, als je het Vechtdal College bouwt in 2012, hè, dat je daar zeg maar ook gymonderwijs als het ware doet realiseren. In 2012 had het Vechtdal College bij de oktobertelling 1014 leerlingen. In oktober 2015 waren dat 1396. In 3 jaar tijd is het Vechtdal College dus met bijna 400 leerlingen gestegen. Dat was niet een stijging dus die kwam vanwege een regulier doorloop van zeg maar de klassen. Maar dus een enorm succes van buiten. Niemand die dat had durven te voorspellen. En het gaf een opwaartse druk naar het gymonderwijs, niet van één lokaal. Want daar kun je nog wel iets in accommoderen. En zelfs niet van 2 lokalen. Ik kom straks wat preciezer over die 2 of 3. Wat is dan je rol als gemeente? Dat was ook een vraag van de heer Satter. Hoe zit dat nou met die wettelijke plicht? Nou, in feite is die heel simpel. Op het moment dat het onderwijs vraagt om accommodatie, om geen accommodatie, en dat kan onderbouwen aan de hand van leerlingaantallen, moet je leveren. Punt. En dus accommodatie. En natuurlijk wordt er buiten gesport. Maar de wettelijke plicht is accommodatie. En in regellandje Nederland is dat een voorspelbare, zeer voorspelbare, voorstelbare regel. Met andere woorden, natuurlijk worden scholen uitgenodigd. En dat doen ze ook om buiten te gaan gymmen. Maar het is dus niet conform de wettelijke plicht die de gemeente heeft om accommodatie te verstrekken. We hebben natuurlijk gekeken naar een aantal alternatieven, ook naar de slagen. En mevrouw Schunselaar heeft gelijk als ze zegt van, goh, dat is geen 2 kilometer. Het is inderdaad als je de veilige route pakt 1,6. Maar de slagen als alternatief viel af om een hele praktische reden.
Wij hadden niet één zaaldeel tekort. We hadden niet twee zaaldelen tekort. We hadden er drie tekort. En als je zou gaan uitbreiden bij de slagen, dan heb je daar fysiek maar de gelegenheid voor één extra zaaldeel. Op het moment dat je daar meer zou willen realiseren, kom je daar in de weg, letterlijk van de weg. Daar kan maar één zaaldeel bij. Dus de slagen is in feite geen alternatief. De Vechtdal-locatie is natuurlijk een alternatief. Maar als gezegd, die kwam pas veel later dan de bouw zeg maar echt in oogschouw. En we hebben er uiteraard met het Vechtdal-college over gesproken. En qua onderwijs maakt het op zichzelf genomen niet uit. Wat wel een optie is, en dat is misschien dan toch wel een item, is voor de breedsport maakt het wel degelijk uit. Nou zegt de heer Satter terecht van, ja, maar dat kun je regelen. Je kunt vorderen. Dan heeft hij helemaal gelijk in. Maar datzelfde onderwijs, datzelfde Vechtdal-college, mag dan wel allerlei kosten zeg maar toerekenen en vorderen. En ik geef u een overweging om op dat punt eens te gaan luisteren naar wat er in Zwolle gebeurd is. Want had Zwolle, de gemeente, had daar bij Deltion een paar dingen gevorderd. Zijn ze niet blij van geworden? Drie of twee zaaldelen. Natuurlijk kun je rekentechnisch op basis van de feitelijke situatie nu zeggen van, goh, je hebt ongeveer twee nodig. Maar ik stel wel vast dat het is op basis van de gegevens die de scholen nu aanleveren, daar waar ze niet eens hun wettelijke plicht voldoen. Nu al zijn ze terughoudend, extra terughoudend, met het gymonderwijs. Tijdelijk, dat mag. Juist omdat er een enorm capaciteitsprobleem is. Ik kom straks nog iets te zeggen over die recreatieve maatregelen. Als je gewoon goed kijkt naar de cijfers, zijn er gewoon drie zaaldelen nodig. En ja, bouw je dan niet voor leefstand en moet je dan niet dat op zeg maar ook termijn bekijken? De heer Bongers voegt er andere aan. Dat is correct. Maar dan stel ik vast dat wij over 10 jaar de laadakkers zeg maar technisch af hebben. En dan heb je dus de keus van oké, dan kun je die als dan gaan vernieuwen. Maar u snapt ook wel, u heeft ook verstand van financiën, dat het dan wel zeg maar handiger is, financieel beter is om dan nu zeg maar drie delen te doen. De meer kosten daarvan zijn natuurlijk wel minder dan de laadakkers zeg maar te upliften. Als gezegd, het alternatief van twee delen, sporthal en één deel integraal in een kindplein. Ik heb dat eerder in deze avond toegezegd. Dat zal ik u nog doen toekomen voor de afweging. Dan, hoe zit het nou met die exploitatie? Dat was nou een vraag van de heer Satter. Nou, dat zit als volgt. Als gezegd, de gemeente moet leveren. Dus de gemeente is verantwoordelijk voor de stichtingskosten. Altijd. Vervolgens is het aan de scholen, de schoolbesturen, om zeg maar een huur te betalen. Een exploitatievergoeding heet dat. Die is wettelijk bepaald en wettelijk genormeerd. En het staat de gemeente niet vrij, laat ik dat maar eens nadrukkelijk zeggen, het staat de gemeente niet vrij om daar maar gewoon eens een bedrag op te zetten. De gemeente mag dat niet en kan dat niet. We stellen wel met elkaar vast dat de rijksvergoeding op dat punt niet toereikend is. Dat klopt. Dan kun je zeggen van, goh, gemeente levert en gaan we dan met de handen in de lucht zitten. Nou, en dan kom ik op het punt van de breedtesport. Want dat is een kans. Dat is een kans om de exploitatie inderdaad beter te doen zijn. En dan zegt de heer Bongers terecht van, goh, maar is dat niet een risico? Nou, we hebben het zo in het stuk gezet dat we de revenuen daarvan niet hebben betrokken in het stuk. Met andere woorden, alles wat we daarin halen, extra, dat is winst. Dus dat is als het ware geen extra risico. Zijn er dan, zeg maar, andere kansen? Ja, natuurlijk. Want juist het feit dat het in de carousel is, geeft ook mogelijkheden natuurlijk voor de exploitatie. Het carouselpersoneel kan daar meer in bedienen. Dat is wel een win-win situatie die potentieel is. Het gaat niet om vrees voor geld, maar ik stel me vast, het is geen extra risico, het is een kans. Zijn er ook andere potentiële risico's? We hebben het over de sanering, dat staat ook in het rapport, schat. Er is zeg maar bodemonderzoek gedaan en de grondwaarden die daar zeg maar uitgerold zijn leveren op dat er geen extra zware saneringen gelukkig nodig zijn. Enorm meevaller. Had ik ook niet verwacht eerlijk gezegd. Zijn we blij mee. Maar
Maar laten we dat dan wel met elkaar vaststellen. En natuurlijk zullen we dat wel blijven monitoren. Het is wel zo trouwens dat dat zeg maar recent onderzoek is geweest. En op verschillende plekken zeg maar op achter de huidige sporthal. En waar komt die dan? Was de vraag. Dus het is niet alleen wie doet het met wie, maar ook nog waar. Dan nu, dat is een kwestie natuurlijk van de volgende ruimtelijke schets. En natuurlijk gaan we daar gewoon ook met de buurt over praten, ook met informatie met het zicht. Daar zijn dus zeg maar wel uitwerkingen op denkbaar. He, op weg naar de vijver, want nou, dat vroeg de heer Middelkamp de vorige keer, he, daar wordt nu aan gedacht. Maar die ruimtelijke schets komt en daar gaat u ook over trouwens, he, want dat is dan het uiteindelijke plan. Tenslotte, de creativiteit en de procedure. De creativiteit. Ik stel vast dat de afgelopen 2 jaar de schoolbesturen al maximale creativiteit hebben betracht om het ongehoorde tekort in Ommen toch op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Ik heb, dacht ik wel eens, in deze raad gemeld dat er busjes rijden van Ommen naar Lemelen. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Er zijn 2 scholen die op dit moment hun gymnastiekonderwijs hebben in Balkbrug. Dank u wel voor de huurbetalingen. Er zijn diverse contracten, commerciële contracten, met fitnesscentra. U snapt dat dat ook niet gratis is. Dat zijn dure alternatieven. En de vraag is of we op deze manier willen voortgaan. Natuurlijk wordt er ook gezwommen. Natuurlijk wordt er ook bij betrokken. Maar de aantallen waar we hierover spreken, en ik dacht dat op dat punt het rapport in ieder geval klip en klaar was, brengen wel met zich mee dat we met deze oplossingen echt niet meer gaan redden. We zullen gewoon een knoop moeten doorhakken. En ja, dat is aan u. En ja, voor de goede orde, als u nu zegt van, goh, oké, werkt het goed uit. We willen het alternatief nog wel even zien van 2 plus 1. Dat begrijp ik. Maar dan zijn we nog wel een jaar verder, hè, voordat die uiteindelijk er klaar zal zijn. Wat zeg ik? 14 maanden. Dus de schoolbesturen zullen in ieder geval nog een vol jaar met die blijvende stijgingen van leerlingaantallen extra maatregelen moeten treffen. Nou, het college acht dat eigenlijk niet verantwoord, maar het kan even niet anders. Maar laten we dit dan met elkaar doen. En natuurlijk snappen wij wel dat in afwegingen, in moeilijke financiële afwegingen, ook een raad zegt van, goh, moeten we dit, moeten we dat. Wij hebben er bewust voor gekozen om de sporthal op 1 te zetten, het kindplein op 2. Dat doen we ook met pijn in het hart. Natuurlijk hadden we het ook liever anders gezien. Maar als je kijkt naar de feitelijke behoeften, dan denken wij dat wij echt niet voor een andere keuze kunnen staan. Voorzitter, tot zover. Wie meldt zich voor de tweede termijn? Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het uitvoerig betoog en ook het vurig betoog van de wethouder. Zo hoort het ook, want je moet achter je zaak staan. Maar ik heb toch wel een paar vragen. We hebben het gehad over de kosten die nog onzeker zijn. Er zouden geen saneringskosten zijn. Er zijn natuurlijk altijd grondwerkzaamheden. Waar kan ik die terugvinden? En ik heb nog een vraag gesteld over de parkeerplekken. Daar heb ik nog niets over gehoord. Ik zou toch graag een overzicht willen hebben. Wie is waar en wanneer aan het sporten? Want u noemt nu Balkbrug er ook bij. Balkbrug er ook bij. Of met busjes naar Lemel of wat dan ook. Voor de helderheid zou ik dat toch graag willen hebben. Ook voor zo'n zorgvuldige afweging. En de alternatieven heb ik te weinig over gehoord. Volgens mij zijn er nog meer alternatieven. En natuurlijk weet ik ook wel, als je dus een hal bouwt met 3 delen of met 2 delen. Ja, dat prijsverschil is niet 1 deel kost zoveel, 2 delen kost zoveel. Dus 3 delen kost zoveel. Ja, 2 betalen. Ja, nee, zo is het ook weer niet. Dat weet ik ook wel. Maar je kunt dan veel meer doen. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd, ondanks uw vurig betoog, van de 3 zalen. 3 delen. En dan die breedtesport. Ja, het is natuurlijk een stukje onzekerheid.
als je die erin betrekt, dan kun je dus wat revenue eruit halen. Dat snap ik wel. De breedte sport wil ook graag meer. Die wil ook graag in tijden nog weer wat veranderen. Maar nogmaals, ik heb het in mijn eerste betoog ook gezegd. Wat niet is, dat is er niet. En wat niet kan, dat kan niet. En dat heb ik mij, is mij altijd geleerd en heb ik mijn kinderen ook altijd zo geleerd. Dus ja, we moeten wel eens anders denken. Daar even zien. Dus u heeft mij nog niet volledig overtuigd. U heeft ons nog niet volledig overtuigd. En ik zou graag toch nog graag meer informatie willen hebben. Dank u wel. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, twee puntjes. De wethouder gaf zojuist aan dat er sinds 2012 een significante groei van zo'n 400 leerlingen heeft plaatsgevonden. Maar als we, en niet om flauw te doen, maar rekenkundig klopt het ongeveer, en misschien dat u daar toch nog even reactie op kunt geven. Als we in een kindplein een integrale sportzaal zouden hebben gehuisvest, dan hadden we ongeveer 500 kindertjes hadden we uit de carousel gehaald en in een andere zaal laten sporten. Zodat die 400 leerlingen van het Vechtouwcollege die ruimte hadden kunnen gebruiken. Maar ik snap ook wel dat het rekenkundig niet helemaal klopt, maar misschien dat u daar toch nog even wat van kan zeggen. En dan tot slot, voorzitter, op het gevaar af dat u als onze voorzitter straks in al uw strengheid ons geen derde termijn gunt, wil ik graag aan het eind een procedurevoorstel aan u vragen. Want zojuist gaf u al aan bij het punt van het kindplein dat we geacht worden dat tijdens de kadernota mee te nemen. Maar de wethouder gaf aan dat de vraagstelling over 3 plus 2 enzovoort wat later zou komen. Dus daar zit ik een beetje mee. En wat dit voorstel betreft, de sporthal. Er wordt al een begrotingswijziging 2016 gevraagd. Het stuk staat niet verwerkt in de kadernota. De jaarlast is 69.000 euro en een gedeelte daarvan zullen we al in 2016 via een begrotingswijziging moeten pakken. Maar het werkt natuurlijk structureel naar de komende jaren ook weer door. Dus ook dit heeft zijn impact op de kadernota. Kort en goed, mijn vraag aan de voorzitter is om een procedure in welke volgorde we welke dingen met welke informatie gaan bespreken. Dank u wel. De heer Lewik. Ja, ik wou graag bij mevrouw Schunselaar aanzetten. Anders had ik het schriftelijk gedaan hoor. Maar u vroeg er nou om. Het CDA heeft ook wel behoefte aan de stromen. Waar is nou, welke school heeft nou waar gym? Dat zou ik zeer op prijs stellen. Want ik heb daar op dit moment geen kijk op. Dus ik sluit me graag bij mevrouw Schunselaar aan. De heer Bongers. Ja, dank u wel. Ja, wij zouden toch nog graag wat meer uitwerking willen zien. En daar sluit ik me ook aan bij mevrouw Schunselaar. Dat is populair vanavond. In de mogelijke alternatieven, want gelukkig, dat delen we met de wethouder, is het Vechtouwcollege een enorm succes geworden met een toename van ruim 400 leerlingen. Nou, dat juichen we alleen maar toe. Super. Maar goed, ik blijf wel op het punt van de demografische ontwikkelingen. En de vraag is of die 410 op dit niveau, of de totale aantal leerlingen op dit niveau gehandhaafd kan blijven worden. En dan vind ik het toch belangrijk dat we kijken naar alternatieven die, nou, nogmaals, fatsoenlijke alternatieven, maar die misschien voor een 10 jaar of wat dan ook gelegenheid bieden om het bewegingsonderwijs prima vorm te geven. En of dat nou een opblaashal of op andere manier of met commerciële partijen. Laten we daar eens creatief mee omgaan. Dat was het, voorzitter. Wethouder Schelen. Ja, dank u wel. Mevrouw Schunselaar, inderdaad, u had nog de vraag gesteld over de grondkosten. Dat zit in de norm. Parkeren zat niet, zeg maar, in de norm. Dat klopt. Maar we stellen vast dat juist de uitbreiding van het parkeren beperkt zal zijn. Omdat dit gaat om uitbreiding voor met name leerlingen. En de begeleiders natuurlijk een beperkte parkeerlast zal genereren. Dan de kosten voor sanering, als gezegd, die
zullen dus zeer beperkt zijn, staat ook in het rapport, vanwege de daarmee gemeten grondwaarde. Dan vroeg u ook of er een overzicht kon worden gemaakt, hè, dus de beroosteringheden, dat was ook een vraag van de heer Leuk en dacht ook van de heer Bongers. Dat overzicht, dat roosteroverzicht kunt u uiteraard krijgen, dus dat zeg ik u graag toe. Alternatieven, nou ja, als gezegd, natuurlijk hebben we heel goed gekeken naar de alternatieven. Stand-alone zijn natuurlijk hartstikke duur, maar we hebben zeer nauw gekeken naar de slagen. Als gezegd, daar was fysiek ruimtelijk niet de mogelijkheid, omdat er maar één zaaldeel mogelijk is. En nou ja, toezegging is er al om te kijken naar de 2 plus 1 variant, noem ik het maar even. Ten opzichte van datgene wat voor ligt, dus 2, een sporthal van 2 en 1 inpandig in een kindplein. En ik snap het probleem van de heer Middelkamp wel, want ik wil dat natuurlijk zeg maar in een geheel afwegen ten tijde van de kadernota. Ik ga mijn uiterste best doen om volgende week een tentatieve berekening te doen toekomen. Want ik snap ook wel dat inderdaad dat dit zeg maar met elkaar moet kunnen worden afgewogen. Voor de goede orde, de sporthal staat wel degelijk in de kadernota en ook de financiële gevolgen staan er al in. Die zijn verwerkt in het meerjarig overzicht en de extra kosten ten opzichte wat we eerder hadden gedacht, de 69.000 extra, staat zelfs expliciet vermeld. Dus het staat al in de kadernota, het is er al in verwerkt. En als gezegd, ik doe mijn uiterste best om de 2 plus 1 variant, hè, dat zal dan wel een ruwe berekening zijn, maar dan kunt u dat toch afwegen, zo spoedig als mogelijk u te doen. Toekomen. Dat wordt dan wel een latertje. Dat snapt u. Dan de heer Bongers nog. In het kader van de 10 jaar. Ja, een opblaashaal, dat kan allemaal wel. Maar het is juist uw raad geweest die ook steeds heeft aangedrongen op duurzaamheid en duurzame maatregelen. Ik snap uw punt van de leerlingenaantallen, hè, en 10 jaar. Maar daar zit nou juist de kans dat de Larakkers over 10 jaar echt af is. He, dus als je kijkt naar de leerlingenverhoudingen en de leerlingenprognoses, dan past dat wel uitstekend. Zo wel. Tot zover, voorzitter. Meneer Middelkamp, u had een procedurevoorstel. U had een procedurevoorstel voor... Ik had een procedurevraag en de wethouder gaf daar al enigszins antwoord op, maar dat is nog niet wat u als onze voorzitter aan ons voorstelt. De vraag was, we hebben straks een kadernota, we hebben een bestuursrapportage, er ligt een kindpleinvoorstel en er ligt een sporthalvoorstel. En die grijpen allemaal financieel op de een of andere manier in elkaar. Als we niet de volledige informatie beschikbaar hebben, wordt het heel lastig om tot een besluit te komen. Dus mijn vraag was van, in welke volgorde gaan we welke onderwerpen behandelen en besluiten? En ik heb daar geen voorstel voor, maar een vraag aan u hoe dat de behandelprocedure eruit gaat zien. Dat voorstel dat komt, dat is al door de griffie voorbereid en... Dat komt morgen of maandag. Nou, misschien straks. Of misschien straks. Dan concludeer ik dat wij aan het eind zijn gekomen van deze commissievergadering. We gaan straks verder met de raadsvergadering. Ik noem geen pauzetijd, want dat is me de vorige keer op 10 minuten mislukt. Dus ik ga die uitdaging niet weer aan van ik stuur u weg als zelfsturend team. Voorzitter, mag ik een voorstel doen? Want wat mij betreft blijven we zitten en gaan we gewoon verder. Want het is alleen maar een hamerslag. Ja, plas maar in eigen tijd, wethouder. Maar... Ja, ik zie het in eigen tijd. Ik kan wel 5 minuutjes al. Ook nog? Ja. En de kroketten zijn besteld, heb ik begrepen. Ja, de krokettenmotie van de heer Nijhuis van de VVD. Ik heb net al getwitterd. Die is volgens mij nog nooit ingetrokken. En ik stel voor dat we dat regelen.